Welkom Peter-Jan Donders, serieondernemer en eigenaar van een aantal bedrijven, waaronder Kinderopvang Klokje Rond en Het Witte Wiel. Ja. We gaan het vandaag hebben over opvoeden en we beginnen met wat opvoedclichés, maar eerst willen we het even over jou hebben. Je begon je carrière bij de marine, later in het bedrijfsleven. Je hebt nu al 13 jaar samen met Christy de leiding over twee kinderopvangorganisaties. Je hebt een stichting die zich bezighoudt met ondersteunen van opgroeiende kinderen en mensen die met kinderen werken. En je verzorgt nog NLP-opleidingen. Daarnaast ben je ook nog vader en heb je een bedrijf in de reisbranche. Klopt allemaal. En je zegt dat je dat kunt doen door zelf te doen wat je onderwijst. Kun je daar iets meer over vertellen? Ja, als ik het helemaal zou uitleggen, dan is het natuurlijk heel lang. En vooral een goede balans vinden. En kijken wat je graag doet, maar ook waar je goed in bent. En ik heb veel mensen waar ik mee samenwerk. Mm-hmm. Dus de key is misschien ook wel niet alles zelf willen doen. En de mensen om je heen en zelf de kans geven en tijd geven om te kunnen leren. En hoe combineer jij het met je kinderen dan? Ook daarin. En op het moment dat je die vraag stelt, is wel leuk. Dan gaat mijn brein al draaien. Als je wil groeien, ja. En dat geldt ook voor kinderen, en volgens mij zullen we het straks nog genoeg over hebben, maar controle en groei zijn tegenovergesteld. Dus als je controle wil houden, en dat zie ik bij heel veel ouders, maar ook bij ondernemers, maar ook bij leidinggevenden, als je controle wil houden, dan weet je dat de groei minder snel zal gaan of dat die zal stagneren. En daar probeer ik wel zelf naar te kijken, van moeten we groeien of moet iemand groeien of ik zelf? Dat zal betekenen dat ik een aantal dingen zal moeten loslaten, moeten overdragen. Of kijken wie dat kan overnemen. Mm-hmm. Of kijken of het misschien nog wel, is het nog wel nodig dat ik dat elke dag doe? En kan mijn kind het zelf niet voortaan doen? En daar ben ik al heel lang mee bezig om die balans te vinden. En dat is een heel mooi vraagje als je als ouder niet altijd weet van wat moet ik doen. Wat is de keus? Wacht even, praten we hier over controle, veiligheid over iets anders? Of praten over het veel beter dat iemand het zelf leert? En dat is sprake van groei. Dus eigenlijk is er wel een link tussen ondernemen en opvoeden dan? Dus allebei loslaten? Ja, ik denk zodra je met mensen werkt, en of het nou kinderen of volwassenen zijn, dat het eigenlijk dezelfde strategieën en principes in zitten. En bij kinderen is het veel meer. Die zijn nog zo blanco en nog zo ad rem, dat we eigenlijk vaak veel meer afleren. Buiten natuurlijk de normale dingen die een kind in de ontwikkeling meemaakt. Mm-hmm. Maar je ziet dat kinderen vaak zelf, als het bij babytje al, als die in het wiegje liggen al zelf aan het ontdekken zijn en de spieren aan het doen zijn, dus daar hoeven wij als ouder helemaal niet aan te begeleiden. Uiteraard wel eten geven, want anders dan groeit het lijfje natuurlijk niet. Maar daar willen we vaak al te snel kinderen laten zitten en doen, terwijl als je dat een kind in de ontwikkeling laat gaan, dan wijst dat zichzelf. En dat geldt hetzelfde voor met een bedrijf. Of als je met volwassen mensen werkt, dat je kijkt van waar werkt het systeem uit zichzelf. Ik weet van mezelf bijvoorbeeld, als ik erbij ben, als eigenaar of als directeur of welke functie ik ook ben, dat het soms zelfs remt. En als ik erbij ben met mijn kind naar de supermarkt fietsen en als ik mee fiets, dan vertoont hij heel ander gedrag. Want dan weet hij dat ik toch wel zeg, let op, auto of iets anders. Ik heb als voor de gein op een afstandje gekeken en dan zie je gewoon een kind super goed opletten. Maar zodra mama erbij komt of papa, dan zie je gewoon dat ze eigenlijk weer ooit een jaar of twee terugspringen. Terwijl papa en mama dan denkt van, ik kan zeker nog niet alleen fietsen. Want als ik niet had gezegd dat die auto eraan kwam, dan had ze er zeker onder gekomen. En dan ga je in zo'n verhaal verwikkeld. Bedrijfsleven zal men dat minder snel zeggen. Maar ik weet, als je als leidinggevende regelmatig ook even afstand neemt. Mm-hmm. En ook de mogelijkheid geeft om fouten te maken. Of beter gezegd te leren, ervaring op te doen. Dat mensen sneller groeien, maar ook meer een kant op groeien wat... Hoe zeg je dat duurzaam is? Dat wil zeggen dat je als persoon, ouder of leidinggevende niet altijd erbij hoeft te zijn om het dan te sturen of te doen. Ja, en soms gaat het niet helemaal zoals je wil. Dat kan. En als ik kijk naar veiligheid, hè, ik zal nooit dingen doen waardoor ik denk van als iemand een fout maakt of die geen ervaring heeft, dat de veiligheid in de gedrang komt. Mm-hmm. Maar als er een keer iets kapot valt of als er een keer iets opnieuw geverfd moet worden, dat werkt veel beter dan dat je blijft zeggen let op, niet doen en je blijft... Ik weet niet of we daar aan toe zijn, maar ik merkte mij dat mijn brein vrij snel zo die kant op gaat. Ik noem het wel eens, je kunt helikopteren, een helikopterouder. Yeah. Die zijn de hele dag boven kinderen bezig aan het doen in de gaten en let overal op. Nou, tot een bepaalde hoogte werkt dat uiteindelijk niet meer. Maar je hebt ook de bulldozerouders, die als het kindje komt, eigenlijk van tevoren alles plaveien en doen. En zelfs bij de voetbalvereniging doorgeven, let op mijn kind, is dit en dit. En dit. Ja, dat zijn methodes die lijken soms al heel prettig.
Maar uiteindelijk voor de groei en dergelijke schiet dat niet op. Plus, je moet er dus altijd boven blijven hangen of altijd vooruit blijven lopen. Ja. En of je wordt moe als ouder of leidinggevende, of degene waar het over gaat, die haakt op een gegeven moment af, omdat die nooit zelf even zonder feedback zijn eigen ding kan doen. Mm-hmm. Daarom ben ik wel voorstander van, als je ziet bij een van de BSO bij ons, ja, hebben we ook een tuin, die is niet perfect, met kunstgras, noem maar op, daar staan gewoon twee voetbalgoaltjes, is een boom waar je kunt klimmen en met stenen, en dan zie je kinderen gewoon krijten en doen. Natuurlijk is er toezicht, maar minder toezicht dan dat je zeg maar een speeltuin hebt waar kinderen kunnen ook gewoon even in een hoekje lekker zitten, zonder dat ze meteen te horen krijgen, je mag niet op de muur krijten. En ik denk zeker dat... En mogen ze ook in die boom klimmen? Ja, dan mogen ze ook in klimmen. We weten inderdaad dat de boom veilig is en noem maar op. En ze mogen er ook uitvallen. In die zin, de hoogtes zijn zodanig dat kinderen juist leren. En ik weet vanuit ervaring, een kind zal nooit hoger klimmen dan dat het zelf durft of denkt te kunnen. Mm-hmm. En vroeger met de turnles die ik gegeven heb, hebben we wel eens een testje gedaan met kinderen ook. Als je kinderen zelf op toestellen loslaat en je zegt niks, gaan ze niet hoger dan dat ze kunnen. Op het moment dat je erbij komt staan en je gaat al zeggen, let op, doe op, gaan kinderen andere dingen in hun brein koppelen, willen ze laten zien dat ze toch kunnen, gaan ze hoger dan dat ze kunnen, willen of denken, en zie je vaak dat ze onzeker worden, en dan zie je ook vaak dat de kans van vallen in één keer groter wordt. Terwijl wij als ouder denken, ja, er zijn klimtoestellen, oh, die kunnen heel hoog klimmen, daar moeten we iets van zeggen, daar moeten we bij gaan staan. Maar de basis van kinderen die spelen, die zoeken hun eigen grenzen heel mooi op. En die gaan er alleen overheen als ze iets willen bewijzen, vaak naar ouders toe. Papa, dat kan ik wel, kijk maar. Of papa komt aanrennen. Of ik heb letterlijk ook gezien in een speeltuin een kindje vrij hoog klimmen op een glijbaan. En ik weet niet of het een papa of mama was. Die roept, hey ho, let op. En het kind kijkt en raakt daardoor uit evenwicht en valt eigenlijk. Totdat er eigenlijk iets geroepen werd wat zo paniekerig was, dat het kind schrok van ik ben... En dat beseffen we niet altijd. Als je daarin kunt sturen en kunt leren en ook ze nu dan even voor jezelf afstand neemt, dan... Kom ik straks nog even op terug. Maar ik had nog een aantal mooie clichés voor jou. Ah. Ik ben benieuwd hoe jij daarop reageert. Je moet als ouders op één lijn zitten, wordt wel eens gezegd. Is dat zo? Ja, dat is een hele duidelijke. En ja, die wordt eigenlijk... De basis zou ik zeggen, ja, op één lijn zitten is goed. Maar je mag ook afwijken. En wat ik zeg van op één lijn, dat wil zeggen dat je ook vaak vertaald wordt dat je allebei hetzelfde moet vinden. Ja. En dan denk ik, nee, dat hoeft niet. Het is belangrijk dat je in waar je woont, maar dat is ook als je met mensen op vakantie gaat of met andere mensen in een huis zit of iets dergelijks, dat je afspraken maakt van wat zijn de dingen die we wel en niet doen. Maar je mag wel over bepaalde dingen anders denken. Mm-hmm. En ik heb in mijn leven als... ik heb co-ouderschap al jaren met mijn ex-partner en ik heb een nieuwe relatie en samen stelt gezin bepaalde tijden. En we hebben zelfs ooit gehad dat mijn kinderen wel mayonaise mochten, ja, en de kinderen van mijn partner geen mayonaise. Oké, okay, hoe heb je dat opgelost? Nou, gewoon heel duidelijk gezegd, jullie mogen wel en jullie mogen niet. Klaar, nog vragen? En als je dat heel duidelijk bent, mm-hmm, en je straalt beide uit dat het ook zo is en dat je dat ook goed vindt, maar wat er vaak gebeurt is dat een van de twee het lastig vindt om dan nee te zeggen. Zeg, ja, eigenlijk wil ik het niet en ik vind het lastig. En kinderen voelen dat. Ja. En die voelen ruimte. En kinderen leren ook om te kijken hoe volwassenen reageren en of ze kunnen klaarkijken dat ze hun eigen wil kunnen doen. Als ze merken dat er ruimte is, dan is dat de opening waar ze eigenlijk van die voelsprietjes hebben om daar vol in te duiken. Als je congruent bent als ouder en je geeft aan dit wil ik wel en dit wil ik niet, en je hebt er ook goed over nagedacht, vaak even op een rustig tijdstip over nagedacht, dan zie je dat kinderen heel goed op reageren. En reageerden jouw kinderen toen niet zo dan van, want ik heb ook zelf ook kinderen en ik hoor ook wel eens van, waarom mag hij dat wel en ik dat niet? Ja. Kreeg jij die vraag niet? Dat voorbeeld van net niet, ja. Maar die heb ik natuurlijk vaker gehad. Het belangrijke is dat je kijkt even wat de situatie is. Want vaak willen ze de vraag alleen maar stellen om jou een beetje uit evenwicht te halen. Mm-hmm. Als dat is, gewoon luister eens, we doen het nou zo, straks gaan we rustig zitten, zal ik uitleggen hoe het zit. Heel vaak geven we antwoord op het laatste moment, hebben we er zelf eigenlijk niet goed over nagedacht. En als we dan die vraag krijgen van ja, waarom mag hij wel of niet, dan... Ja, we zeiden ze vroeger altijd, omdat het zo is. Ja. Ja,
ja, dat kan ik. Of het leven is nou eenmaal oneerlijk. Ja, en dat soort dingen. En er zit voor mij ook een verschil in tussen iets wat ik noem het even een kind, hè, maar, even moet doen. Of waar hij in mag zoeken of die daar een beetje nog invloed op heeft. En daar zijn we als ouder niet altijd duidelijk in. Of worden we verrast door de vraag die we krijgen. Of we hebben gewoon niet goed nagedacht waarom we nee zeggen. Plus als je in de opgroei van een kind ziet, dan komen tijdstippen dat je op vragen waar je gisteren nog nee zei, je vandaag gewoon ja kunt zeggen. Alleen, daar wachten we voor mijn gevoel vaak te lang mee. Hoe lijkt het uit? Als een kind 3 keer moet vragen of hij alleen naar de supermarkt mag fietsen op een bepaalde leeftijd, ja, dan is hij daar al langzaam aan toe aan het raken. Ja. Je kunt ook zelf als ouder kijken, op een gegeven moment een keer de vraag stellen, wil je alleen een keer fietsen? En dan ben je proactiever dan dat je constant een kind hetzelfde blijft behandelen met de leeftijd die hij eigenlijk had. En dat je het kind actief laat proberen om die grenzen groter te maken of de speelruimte. Dus eigenlijk zeg jij, moet je dat moment voor zijn dat kinderen ergens om gaan vragen? Als je dat kunt doen, hè, mm-hmm, dus een sprong naar de tienertijd, waarvan veel mensen het puber noemen. Maar ik vind puber, daar heb je al wel van me gehoord, puber vind ik negatief. Ja, dat zei je als ik mijn vader vinden ze zelf ook vaak. Die oude van mij, daar zit geen fijne klank in. En als wij willen dat we met tieners goed kunnen opschieten, dan moeten we in ons brein ze niet als pubers zien. Want pubers is een beetje lastig. Een tiener die het bekende pubergedrag vertoont, dat betekent tegengas geven, niet allemaal doen als ouders zeggen, is eigenlijk normaal gedrag. Ja. Want de bedoeling is toch rond 18, 19 dat ze zelfstandig die grote wereld in kunnen duiken. En als wij tot 18, 19 willen dat ze constant ja en amen zeggen, dan werkt dat tegen. Ik zie wel eens dat mensen heel lang hun kinderen, die moeten heel goed luisteren en doen en alles zeggen wat ouders zeggen. En dan zijn ze 14 of 15, dan mogen ze een eerste baantje doen. En dan moeten ze in één keer proactief zijn. Ze moeten op school voor zichzelf opkomen, ze moeten nee kunnen zeggen. Maar als je als ouder 14 jaar het ja en amen tactiek hebt gedaan, dan gaat dat niet. Dus het is ook goed om ze nu en dan die ruimte te gaan laten geven. En hoe noem ik het anders? Ze uitdaging te geven. Dus een tiener, als die begint te vervelen, mag ik niet stappen en niet doen, dan weet je eigenlijk al dat ze niet genoeg uitdagingen hebben en eigenlijk aan het proberen zijn of ze de baas over je kunnen spelen. Of ze dat voor elkaar kunnen krijgen. En dat spel moet je een beetje kunnen gaan spelen. En heb je dat met je eigen kinderen wel eens meegemaakt? Heb je daar een voorbeeldje van? Met dat ze die strijd aangaan? Ja, ook. Maar van de andere kant. Of in je werkervaring, kan ook. Nou, ben ik vrij proactief altijd. En bijvoorbeeld de oudste van ons, die hadden we gestimuleerd. Die moest een snuffelstage doen. En toen zeiden wij altijd, kun je niet in het buitenland doen? Vanuit mijn reisbedrijf heb ik best wel contacten. En zijn we al veel waar met de kinderen al naar Kenia geweest en China en Marokko. Allemaal korte reizen die mm-hmm, vrij zelfstandig zijn. En is er niks voor jou? Nou ja, ze was de eerste op school die naar het buitenland ging. Ik had het nummer gegeven, is zelf gebeld. Uiteindelijk wisten we 3/4 jaar van tevoren, dus ze kon ik een beetje sparen voor het ticket. En die is uiteindelijk 2 weken nog met een medestudenten, toen ze 14 was, of net 15 werd, dat weet ik niet zeker, is ze 2 weken naar IJsland gegaan, in haar eentje. Maar je kunt je voorstellen, heel die 3/4 jaar daarvoor heeft zij 0 pubergedrag vertoond. Ja. Want dat was spannend, alleen op reis, op dit. Ze kreeg een bepaalde positieve aandacht van mensen. Iedereen was wel onder de indruk dat ze dat ging durven en doen. Dus het zoeken naar groter worden, autonomiteit, kreeg zij op een hele andere manier dan als ik had gezegd, doe maar hier in de buurt en ben je zo laat thuis. Dus soms is het goed om als ouders proactief daarnaar te kijken. Ik ben ook een voorstander van dat je als ouders regelmatig met z'n tweetjes lekker gaat zitten s'avonds en zegt, hoe gaat het met de kinderen? En vinden we al dat ze kunnen wat ze moeten kunnen? En dat is met een babytje natuurlijk heel vroeg. Maar je kunt best wel eens kijken van ja, wanneer vind jij nou dat ze alleen naar de tv mogen kijken? Of wanneer vind jij nou dat ze alleen naar de supermarkt mogen gaan? Of mogen ze zelf een koekje pakken? En als je daar gewoon 1 keer in de maand een kwartiertje samen over hebt, mm-hmm, dan ben je dat vooruit. Want op een gegeven moment komen kinderen, want die willen leren, met die verrassende vraag. Die denkt, oh jee, dan heb je druk als ouder en dan moet je nog samen over hebben. Dan weet je als moeder niet precies of je dat wel wil. En papa die komt later thuis van zijn werk en... Maar kinderen zitten dan met die brandende vraag. Dus kun je wat vaker met z'n tweeën zeggen van, nou, als ze 8 zijn of als ze straks naar de basisschool gaan, dan vind ik eigenlijk wel dat ze zelf boterhammetjes moeten kunnen smeren. Ja. En dat ze ook een eigen tasje moeten inpakken. Ja, maar wat doen we dan als ze de boterhammen vergeten zijn? Als je dat van tevoren eens over hebt, dan ga je naar 1 lijn, wordt ook al makkelijker. Want dan heb je al van tevoren tijd
om er samen over te denken. Dan hoef je nog geen keuze te maken, want die kleine is nog geen 4. Ja, die is bijvoorbeeld pas 2. En dan komt hij op één lijn zitten vraag. Die komt ook niet op een ongemakkelijk moment. Want vaak is het probleem van die op één lijn zitten is dat je geforceerd wordt daar nou antwoord op te geven, terwijl je nog helemaal niet over nagedacht hebt in de zin van. En als je tijd hebt, dan vormt dat zichzelf. En dan leer je ook als partner, hè, want je bent vriend en vriendin vaak of man en vrouw. En in één keer word je papa en mama. En dat zijn twee compleet verschillende, ik zou het even klinisch noemen, functies. Ja, ja. Waar niet echt een boek voor is. En als je dat van tevoren met hoe denk jij erover en wat vind jij, mag die straks als die 4 is alleen vanuit school bij vriendjes spelen of gaan. Dat zijn die simpele vragen. Als je dat kunt doen totdat ze voor mij apart 18 of 20 zijn, dan ben je met z'n tweeën al vooruit. En dan heb je ook allebei de tijd om er over na te denken. Als ik lang doorpraat moet je het gewoon zeggen. Ja, want, nee, maar het is allemaal nog interessant, anders dan... ja, want je merkt, ik kan uren blijven praten over één onderwerp van links en naar rechts. Dat is prima. En een andere, kinderen hebben structuur nodig. Ja, dit is wel een hele leuke, die hoor ik vaak zeggen. Zeker als het gaat als kinderen al een label hebben met bij wijze van spreken misschien wel autistisch of Asperger of een structuur nodig. Ik denk dat kinderen nul structuur nodig hebben. Want kijk maar eens hoe ze spelen en doen. En als ze een tekening maken, is die echt niet gestructureerd. Ik denk dat er spraakverwarring is. Ik denk dat kinderen wel duidelijkheid nodig hebben. Ik zie bijvoorbeeld bij het ophalen van kinderen in de kinderopvang, dat er ooit paniek is. Als er 's ochtends door, en ik noem het door elkaar papa en mama, niet dat ik te vaak mama zeg. Ouders, want het heeft al met vrouwenenergie te maken, mannenenergie. Maar als een van de ouders 's ochtends al zegt, op de vraag van een kindje, wat vaak een stukje aandacht is, kom jij mij halen vandaag? Ja. En als papa en mama dan zegt, ja ik kom jou halen, en dan komt iets tussen. Mm-hmm. En dan is het lastig om dan vaak te bellen of te doen. En dan staat in één keer opa, dan is dat verrassing. Ja. En die verrassing is helemaal niet zo erg. Tenzij je daar op een bepaalde manier omgaat, dat het kind daar onrustig van wordt. Als je 's ochtends belooft dat je zelf komt, dan moet je ook komen. En als je niet kunt komen door dat je moet overwerken of iets anders, dan zorg dat je dat doorgeeft. En het hoeft helemaal geen drama te worden. Maar heel vaak weten ouders het 's ochtends nog niet precies of iets anders. Zeggen, ja, ik kom jou straks wel halen. Of geen structuur van ik moet altijd komen of opa moet altijd op donderdag komen. In mijn optiek hoeft dat helemaal niet. Maar 's ochtends, als je een vraag krijgt over wie of wat komt halen en je weet het nog niet, zeg dan gewoon, dat weet ik nog niet. Dat zie je vanzelf wel. Ja, precies. Of papa maar of iemand mama. Iemand komt jou zeker halen. Maar ja, als je zegt of papa of mama, dan geef je ook al. Ja, dan als opa dan komt, omdat papa en mama met spoed naar school moesten voor broertje of zusje. En ik hou ervan om daar ruimte in te doen. En dit is een wat grotere vraag, maar 9 van 10 keer beginnen kinderen op een bepaald tijdstip te vragen, waar eten we? Ja, heel herkenbaar. Herkenbaar, daar word je als ouder ook helemaal gek van. Want... S'morgens vroeg al. Ja, ja, je vindt het helemaal niet erg om te zeggen wat we eten, maar je bent bang voor de reactie, oh, eten we alweer, lust ik niet, en dan begint het gedoe eigenlijk al. Wat ik vaak die vragen zie, en dat misschien al een ander stapje, een bepaalde richting, is dat het een soort vragen is om gewoon aandacht. Als het ochtends druk en noem maar op is en papa is bezig en mama, en we moeten zo laten de kinderen naar school brengen. Dan gaan kinderen kijken of ze een bepaalde aandacht kunnen krijgen, oprechte aandacht. Omdat dat stukje is waar ze op draaien en waar ze van leren. En hoe geef je die op dat moment? Als je dan zegt van, ik weet nog niet wat we eten, ik heb er nog niet over nagedacht. Geef je ze dan voldoende aandacht? Nou, dat ligt zou je eraan, dat anders doen? Dat ligt eraan als je hem half op je telefoon nog kijkt hoe laat je daar moet zijn in je afspraak en je bent nog bezig met boterhammen smeren voor het broertje of zusje, dan is niet de aandacht. En wat ik zie, en dat is misschien een leuke leidraad, en mevrouw Emmy Pickler heeft dat uiteindelijk heel mooi in een visie neergezet, is als het niet lekker loopt met kinderen, eigenlijk ook bij volwassenen, zijn er eigenlijk 3 dingen die er vaak kunnen zijn. Of er is niet genoeg aandacht in de verzorgmomenten. Bijvoorbeeld bij het ontbijt 's ochtends wordt er in de keuken snel wat dingen gemaakt, maar dat is geen moment waar het gezin 's ochtends even samen zit, al is het maar 10 minuten en even elkaar gewoon hallo, hoe is het, boterhammetjes meer dat het er rust is, want in 9 van 10 gezinnen is het in en uit en snel, want dus daar een half uur eerder opstaan, maakt gewoon dat de rest van de dag, dan zul je zien dat je die vraag waarschijnlijk helemaal niet krijgt, omdat je even aan tafel zit, met je dochtertje, even kunt kijken, heb jij een lekker boterham, dan gaat dat weg. Ik ga even naar die andere 2 punten. Dus te weinig oprechte aandacht. Mm-hmm. En dat is geen uur, dat kan nooit maar 10 seconden zijn. Yeah. Andere is dat je iemand behandelt kleiner dan dat hij is.
Dus als iemand 16, 17 is en mag nog steeds niet naar de stad tot 10 uur 's avonds, dan gaat daar wrijving op leveren. Ja, en die mag wel en die mag wel en noem maar op. Geldt ook ooit met partners. Hè? Ik praat dan even voor het groepje mannen. Wij worden als mannen ooit wel door onze partner wat kleiner behandeld. Want er ligt nog een briefje, hè, of het kindje wel een flesje op tijd geven. En denk je, ja, maar ik ben toch papa, ik laat mijn kind toch niet uithongeren. Vanuit mama heel goed bedoeld. Maar ik voel me als papa toch een klein beetje kleiner behandeld dan dat ik eigenlijk ben. En de andere pijler is dat de omgeving waar het kind, ook de volwassene is, te weinig uitdaging heeft. Dus zo'n stage in IJsland is zoveel uitdaging waar zeg maar toen onze oudste dochter in leefde bijna een jaar. Geeft al zoveel energie dat ze niet hoeft te vervelen om negatieve aandacht te krijgen. Want iedereen weet, als men geen positieve aandacht krijgt, dan duikt men naar negatieve aandacht. Want de behoefte van het krijgen van oprechte aandacht is eigenlijk hetzelfde. Is dat ook waar bijvoorbeeld, je hebt nu over negatieve aandacht, als kinderen geen positieve aandacht slaan bijvoorbeeld bij kinderen vandaan kan komen? Ja, dat zou kunnen, maar dat hangt een beetje van de situatie af. Slaan zie ik meer in een stukje onmacht. Als het verbaal niet meer gaat of met kijken of doen of non-verbale niet meer de communicatie, om het maar ziek te zeggen, met kinderen gaat. En een kind of een mens voelt zich onmacht en kan het dus niet meer bepraten. Ja, dan gaat het geweldspectrum hoog en uiteindelijk kan dat slaan bij zijn of bijten zie je wel eens bij kinderen die dat doen. Nee, ik bedoel meer dat een kind het eigenlijk voor de kassa bij een bekende supermarkt op de grond gaat liggen, wat elke ouder wel kent en begint te schreeuwen en doen dat hij die kalmpjes niet mag kopen. Dan zie je vaak van tevoren, de uur, dat er nog snel boodschappen daar moet worden. Het lijstje zit al, papa of mama is al te laat, die supermarkt wordt doorgereisd. Als je als ouder, ik denk 60 seconden tijd kan nemen en stopt voor je die supermarkt binnengaat en zegt, wacht even, we gaan boodschappen doen. Als jij nou eens deze drie dingen doet en je mag voor jezelf een snoepje uitkiezen of niet, maar we hoeven helemaal niet te belonen. Maar zoek jij de spaghetti voor vanavond, kijk jij eens waar de sinaasappels liggen en zorg dat je papa altijd wel even kan zien als je elkaar loopt. Maar als je aan je mij kunt zien, dan krijgt een kind een opdracht, er is tijd, één op één. De kans dat ze bij de kassa helemaal krom liggen, onder waar alle mensen bij staan, dat je als ouder niet meer denkt wat je moet doen, maar je moet dan wel die aandacht geven, negatief helaas, die kun je gewoon voorkomen. En dan wil ik niet zeggen dat het in 100% van de gevallen altijd zo is, maar in heel veel gevallen zie ik gewoon eerder al op een terrasje kinderen gedrag vertonen en denk, als die papa of mama nou niet gewoon één minuut even draait, even het kind aankijkt en even kijken wat is het nou, misschien zelfs een knuffel geeft of misschien even duidelijk aangeeft van wat je net daar doet, dat wil ik niet hebben, dit kan wel, dan voorkomt daar vaak die 10 minuten, een kwartier later drama die dan begint met vervelen, op het schoot klimmen, hangen, terwijl papa net in gesprek is met een goede vriend en een kind, ik zie ooit kinderen die klimmen tot zo hoog en ouders zitten bijna weg te duwen en dat wil niet zeggen dat een kind er tussendoor kan komen. Maar je kunt wel, als je een beetje kijkt zo nu en dan, wat eerder connectie maken en eventjes aangeven van, ik zie jou nog steeds, zie jij mij ook nog steeds, kan ik iets voor je doen? Nee, helemaal goed. Dus duidelijkheid geven is, zeg jij, is belangrijk als structuur en duidelijkheid is eigenlijk ook een vorm van aandacht, begrijp ik een beetje uit jouw verhaal. Nou, de duidelijkheid is een stuk, ik heb een tweesplitsing. Als je zegt met de vraag van structuur of duidelijkheid, dan zeg ik naar die structuur. Zie ik niet als eis om een kind fijn door het leven te laten gaan. Duidelijkheid wel, dit mag wel, dit mag niet. En dan niet dat het vandaag in één keer wel mag, maar als dan mensen op bezoek... Ik zie wel eens mensen in huiskamer, dat als ze visite krijgen, mogen kinderen in één keer niet met hun schoen op de bank. En normaal wel. En normaal wel, ja, dat gaat niet. Het is wel of niet. Dus, en naarmate kinderen ouder worden, kun je steeds beter ontwikkelen dat ze de situatie kunnen gaan inschatten. Maar bij het begin is gewoon aan te geven, als je basis begint, dit doen we wel. Dit doen we niet. En ik zeg het wel eens bedrijfsmatig. Dit doen we wel. Dit doen we niet. En zet er een paar dingen bij. Wat als in één keer we bezoek krijgen? Of wat als... En dan heb je best wel wat dingen besproken. Het aandachtverhaal met die vragen 's ochtends zie ik meer in het kader... met die vragen kun je nog steeds duidelijk zijn van... Ik weet het niet wie je komt ophalen. Maar je wordt zeker opgehaald. Als je die kunt koppelen aan die onhandige vragen van wat eten we... Die informatie interesseert ze vaak niet. Het gaat om dat ze een vraag stellen waar jij antwoord op moet geven en dat ze eigenlijk één op één aandacht van je krijgen.
En als je dat gaat herkennen, ik krijg nou twee keer een vraag wat eten we, ik krijg, wie komt me halen en ik krijg nog. En ik zie het vaak al bij de eerste vraag, maar stel voor dat je gaat oefenen, dat je bij de tweede of derde vraag denkt, oeh, nou krijg ik allerlei vragen. Is dat je eventjes bij wijze van spreken als het kind kleiner is knielt en zegt, hey, wordt een mooie dag vandaag op school, we gaan even een boterhammetje eten, maak je niet druk. Er komt altijd iemand jou ophalen van, en jij weet dat papa of mama lekker kan koken. Wat kan ik nog meer voor jou doen? Wat heb je nog nodig? En vaak zie je die ogen gewoon en als je dan een knuffel geeft, maar die 10 seconden oprechte aandacht even knielen, daar maak je die connectie. En dan zul je verbaasd, en ik heb zelf mensen gehad en zeggen, ja is dat zo? En dan proberen ze het. En het leuke is, met het proberen zie je zo snel resultaat. Dat 10 seconden, ooit kinderen zijn volhardend of volhoudend. Ja. Een uur lang vragen en vervelend en totdat 10 seconden even onderbreken en knielen en even connectie maken en eventueel het handje vasthouden of inderdaad die bekende knuffel. Ja, die is vaak al genoeg. Ja. Dus eigenlijk dat uur lang vragen, vragen ze eigenlijk een uur lang gewoon om die 10 seconden aandacht. Nou, ze vragen eigenlijk oprechte aandacht. Ja. Maar als wij als ouder rondlopen en we zijn al de auto aan het openmaken en moeten nog een tas pakken en er wordt naar boven gevoerd, neem jij nog even die schoenen mee? En tussendoor geef je antwoord. Je geeft wel antwoord, maar er is nul aandacht. Er is nul even connectie. En heel eerlijk, voor man en vrouw, als je s'avonds gaat uit eten of je zit s'avonds op de bank, geldt eigenlijk precies hetzelfde. Dat, je krijgt vaak een vervelende discussie. Als de antwoorden die gegeven worden, half met de gedachte nog in een mailtje van het werk of iets anders. En dan krijg je nog een vraag en dan geef je half antwoord op. En als je dan je spullen weg kunt leggen, zeg maar, als partner en eventjes kijken, wat vraagt diegene nou eventjes? En betrap je jezelf daar wel ooit op? Ja, als ik praat over man en vrouw en relatie, ja. Is dat ook voor mij altijd oefenen geweest zijn. Hè? Want zeker een bekende voorbeeld als mijn partner vraagt, hoe vind je de jurk staan? Dan zit ik net nog in die e-mail en zeg ik, ja, goed. Schatje, die zit goed. Ah, dat is niet, ik ga het helemaal niet om de jurk. Het gaat erom, ik heb het wel eens voor de gein gedaan, mijn spullen aan de kant leg, opsta er even naartoe lopen en zeg, je ziet er prachtig uit. En dan zeg ik niet eens heel veel de jurk. Dat is een stukje wat dan de behoefte is. En dat geldt andersom ook als je praat over een man, dat als hij ooit iets vraagt of iets doet. Maar dus ook als je dat weet, blijft wel iets waar je alert op moet zijn. Ja, dus blijven oefenen. En dan kom ik in een stukje met alle Facebooks, LinkedIn, Instagram en alles wat er voorbij komt. En nieuws en radio. En ja. Deze week zitten we in een warme week met nieuwsberichten. Dat iedereen met heel veel bezig is. En vergeet om even het oprecht elkaar aan te kijken. En te zeggen van ik vind jou leuk, ik hou van jou. Of waar, ik merk dat je onzeker ergens over bent, dat kan ik voor je doen. En dat is, jouw vraag is oefenen. Ja. Want je gaat ook, hè, je gaat van jongen naar mij, als je bent kind van klein, kinderen samen, ga je ook naar een vriend en vriendin. En uiteindelijk trouw je of je gaat samenwonen. En als je dan kinderen krijgt, word je in één keer papa en mama. En al die, ik noem het even heel klinisch, functies of houdingen, brengen weer een nieuw scala van uitdagende vraagstukken met zich mee, waar je van tevoren niet op school voor gezeten hebt. Er is geen boek waar het precies in staat. En alert zijn op die nieuwe manieren, of nieuwe uitdagende omgeving, is belangrijk. Met terug dat het aandacht voor elkaar, een stuk waardering voor elkaar, essentieel is. Ja. Nog een andere. Belonen werkt beter dan straffen. Oh, dat is een goeie, ja. Ja, dat hangt een beetje af. Hè. Je hebt genoemd dat ik uit de marine heb gezeten. Dat is een defensiecultuur. Die werkt wel met straffen, denk ik, of niet? Ja, daar zit wel een stuk basis van straffen in. Er zijn er nog meer structuren die je hebt. Heel toevallig van de week in de koepel in Breda geweest met een escape room, waar je in het begin ook overal aan krijgt. En dan zie je ook de bewakers rondlopen en kijken. En dan wordt nog niet echt gestraft. Fysiek, maar je mag niet over de lijn lopen en dan zie je dat mensen daarop richten. Straffen werkt. Als je iets voor elkaar wil krijgen met een ander en je straft, kijk maar naar honden, katten, dieren. Als je straft, krijg je resultaat. Alleen de vraag is, hoe duurzaam is het? En dus wat je ook ziet, dat straffen vaak korte termijn snel resultaat geeft. Want bij spreken, als je een tik op de vingers van een kind geeft en die doet zeer, wat we eigenlijk helemaal niet willen, dan werkt op dat moment. Het kind wordt groter. En op een gegeven moment, als je zoon zo'n knaap is, dan werkt dat tikje niet meer. Daarnaast is het zo, als straffen vinden we niet fijn, want de basis is wel dat we waardering van de ander willen krijgen. Mm-hmm. Aandacht. Daar leren we ook het beste bij. Straffen leert ons iets, maar zodra we weg kunnen, zodra er een ontsnapping is, dan zijn we weg.
En dus ik vind straffen totaal niet duurzaam. Ik zal niet zeggen dat je het nooit meer doet. Mm-hmm. Want op het moment dat het een veilige situatie is en mijn kind die wil de hete theepot pakken toen hij 4 is. Ja, ja. Dan tik ik eigenlijk het reflect op zijn vinger. Hey, maar dat is eigenlijk meer bescherming. Ja. Ik weet niet of je dat kunt zien als straffen. Maar dat kan wel zo ervaren worden. Belonen is een beetje dezelfde structuur. Mm-hmm. Want wat doe je als de beloning wegvalt? Moet je dan iedere keer blijven belonen? En ik zie veel ouders natuurlijk van, als je het doet, dan krijg je straks een snoepje. Eén. Of sticker. Of sticker of iets anders. Ook daarin werkt het als je op korte termijn iets wilt doen, iets bewerkstelligen, maar het is niet duurzaam. Dus ik zal niet zeggen dat je het nooit moet doen, maar bewust van zijn dat het een tijdelijk, een korte oplossing is en die je snel kunt ombuigen. En wat je, ze hebben, en dan kom ik op een structuur vanuit NLP, neurolinguistisch programmeren. Dat is vooral over gedragsveranderingen. Daar heb je gezien bij dolfijnen dat het belonen is met de vis. Het straffen met een dolfijn is wat moeilijker, maar daar hadden ze ook kleine bassins en dergelijke. Maar dan zag je met belonen dat uiteindelijk met een trucje wat ze deden, ze kregen die vis, dat het leren achteruit ging. Als ze niet zo duur dan het trucje mochten doen zonder die beloning. Dank je. Dus, ja, zo lijkt het anders uit. Ze wilden steeds meer trucs doen met die dolfijnen leren. En bij elk trucje hadden ze eigenlijk, als je de truc goed ging, kregen ze een visje. Ja. Maar dan zag je, en een dolfijn komt qua intelligentie, ik denk zelfs dat die verder zijn dan wij. Maar in ieder geval, het zijn hele intelligente dieren. Dat een dolfijn ook graag iets doet. Ja. Om niet die standaard vis te krijgen, mm-hmm. maar dat hij het leuk vindt om te doen. Mm-hmm. Dat hij wil laten zien dat hij het kan. Zo zijn ouders standaard, of dat visje geven aan die dolfijn, maar standaard die sticker blijven geven. Dan gaat op een gegeven moment ook, dat wordt gewoon. En dan bedoel ik eigenlijk terug naar, dus korte termijn ding. Je kan best een keer, als je met een kindje zenuwachtig is of iets zelf luisteren is, of een keer als een kind iets ervaren heeft wat hij heel verschrikkelijk vindt, door iets te belonen, jij krijgt dit of dat, zorg dat hij een stap maakt. Maar zodra je kind zegt van, papa, als ik dat doe, krijg ik dan weer 5 euro. Dan moet je voor jezelf zeggen, wacht, het gaat niet de goede kant op. Straffen daarentegen, en straffen klinkt wel heel hard, want dat klinkt bijna of je kinderen slaat en doet. Maar als je zegt, je moet op de gang gaan staan, of je moet buiten je bordje liggen eten, of je moet naar bed en al die dingen die we gehad hebben. Qua duurzaamheid zie je ook als je op een gegeven moment bijvoorbeeld aan tafel, als broertje en zusje elkaar vervelen, en de standaard straf is op de gang gaat staan. Ik denk dat het misschien 2-3 weken werkt, maar op een gegeven moment kiezen kinderen om zeg maar broertje of zusje te duwen of het bord weg te schuiven. En dan stappen ze zelf op en ze gaan naar de gang. Nou, dan weet je als ouder dat het de houdbaarheidsdatum van de sancties of die verlopen zijn. En we gaan als ouder maken het allemaal een keer mee dat je denkt, oh ze lopen nou zelf al naar de gang. Dan kiezen ze zelfs voor de straf, vinden ze belangrijker het ding wat ze doen. Ja. Dus de straf is dan misschien dan als je praat over, is niet meer zwaar genoeg of niet meer origineel genoeg. En ik zou hem best zo nu dan een keer in kunnen zetten. Maar zodra je kunt gaan naar begrip, naar ik noem het in bedrijven als de bedrijfscultuur. Hè. Dit doen we wel, dit doen we niet. En als het anders is, wat doen we dan samen? Ja, die is ook mooi als je die in het gezin kunt hebben. En kunt uitleggen en kunt doen. Dus in plaats van straffen of belonen zeg jij eigenlijk dus gewoon afspraken maken. Ja, afspraken maken, meer uitleg geven van wat is wel gepast, wat is niet gepast. Ik vind het heel mooi als je praat over straffen en belonen. Mag een kind een ander kind slaan? Ja, dat is een lastige, want in onze cultuur zeg je, ja, nee, dat kan niet. Maar als je van tevoren camera's aan je zou zetten en je zou zien wat het gedrag is van kinderen, dan zie je vaak dat het kind wat uiteindelijk geslagen wordt, van tevoren non-verbaal of qua taal, misschien taalkundig al verder is. Dus gemene dingen zegt, vervelende dingen zegt, bekende Brabants een beetje aan het treiteren is. En dat keuren we dan vaak wel een beetje goed omdat dat niet tastbaar is, dat zie je van de afstand niet zo goed. En als dan het kind wat kleiner is in ontwikkeling onmacht voelt, dan denkt, ja maar dit is gedrag, ik voel energie op me afkomen die ik niet wil en ik kan eigenlijk niet weg, want het is een verjaardagsfeestje. En papa komt straks pas ophalen, maar wat ik voel wil ik niet. En die geeft een tets. En dan duiken we vaak als ouders erop dat het kind wat die tets geeft is de boosdoener en noem maar op. En dus daar zou ik wat genuanceerder in zijn.
En kun je niet meteen richten op die tets, maar kun je die kinderen voor bij elkaar roepen en zeggen, jongens, wat hier aan de hand is, gaat niet goed. En het eindresultaat willen we sowieso niet. Maar wat heb jij van tevoren gedaan dat hij of zij die tets geeft? En dat mis ik wel eens in onze cultuur in Nederland. Want daar gaat de focus op, ja, jouw kind heeft mijn kind geslagen. Ja. En mij staan het anders wel zeggen, wat heeft jouw kind dan gedaan? Ja, maar je slaat toch niet? Ik zeg, nou, ik ben er niet bij geweest. Ik zeg, maar zo gewoon afspreken als op het verjaardagsfeestje de ouders binnen zitten en de kinderen buiten. Want er komt er altijd één huilen naar binnen. Standaard. Ja, dat klopt. En dan vind ik het vervelend als het jouw kindje is. Want dan zal hij mij al iets gedaan hebben. Die moeder stapt vaak op en die hoort zijn eigen kind huilen of die papa en loopt naar buiten. Die krijgt het verhaal van, ja, hij heeft mij geslagen. En vervolgens moet dan de andere ouder erbij komen. En dan is het kind wat geslagen heeft, is de grote dader. En wij zijn als ouder helemaal niet bij geweest. Wij weten niet of ze anderhalf uur aan elkaar hebben lopen duwen en lopen doen en noem maar op. Want het huilen en naar binnen komen is voor mij compleet hetzelfde gedrag als die tik uitleveren. Het kind kan ook terugslaan, maar het kind kan ook onmacht voelen en denken, oeh, ik ben een stukje kleiner als die ander. Ik heb een tik gekregen, die heb ik nog nooit meegemaakt. Ik voel onmacht, ik ga nou mijn grote broer, zus of mijn grote papa, mama halen. Maar het idee is hetzelfde, dat er onmacht is. Ja. Als wij als ouders daar iets meer onszelf in zouden verdiepen of iets meer zouden kunnen onderzoeken. Of in ieder geval van tevoren van hoe gaan we daarmee om. En omdat wij een samengesteld gezin hadden, hadden we het eerste weekend jaren geleden, hè, dat praat echt over 14 jaar geleden. Mm-hmm. In ditzelfde plek waar we nou het interview houden, 4 kinderen boven spelen. Ja, mijn kinderen, haar kinderen, dat moet perfect gaan natuurlijk. En toen kwam de ene oudste naar beneden. En huilend, want de kleinste die had haar geslagen. Dus ik naar boven en mijn state was niet heel ontspannen, want dat wil je natuurlijk niet, hè? Want ik heb waarom heb je geslagen en gedaan. En, nou, uiteindelijk, want dat was jouw kind die geslagen had? Of? Ja, mijn kind had geslagen, dat was de kleinste. Ja. En die had zeg maar de grootste geslagen, dus dat is apart. Maar de grootste kwam huilend naar beneden. Waar wij allebei natuurlijk als partners vervelend vonden, was er aan de hand. Dus de grootste fout die ik toen maakte is naar boven. Ja. Niet heel opbouwend. En jongens, vertel eens even wat er aan de hand is. Mm-hmm. Want mijn ego, mijn emotie was van, dat wil ik niet, dat vind ik vervelend. Mijn kind, haar kind pijn gedaan. Oh, de eerste weekend. Je zag het doemscenario zo. Ja, ja. Lang vooral erin kort maken van, oké, nou, niet meer doen. Was er aan de hand? Nou, mijn kind zei helemaal niks en die stond zo beteuterd. Nou, toen hebben we met Christy over gehad. Ja, waar gaan we eigenlijk mee om? Want daar komt de ander naar beneden. En terwijl we het gesprek eigenlijk hadden. Toen hebben we het niet afgemaakt, voor de rest was het prima. En s'avonds gingen we naar ons eigen huis allemaal. En toen vroeg ik aan die kleine van mij, ik zeg, ik ken jou helemaal niet, je slaat eigenlijk nooit. En ik zeg, waarom heb je geslagen? En toen vertelde ze dat een aantal dingen waren gebeurd. Die andere drie, met z'n drie hè, die andere zei niks. Knuffel afgepakt, zij moest in een hoekje staan. Dus het spel wat ze gespeeld boven was niet heel gelijkwaardig. Er zaten wat dingen in dat ik denk, oh, dat is eigenlijk niet zo leuk. Ik zeg, waarom heb je dat niet gezegd? Toen ik naar boven kwam. Ja, papa, jij kwam zo boos naar boven. En jij kwam boos naar boven. Maar ja, ik kwam dus eigenlijk vrij rend naar boven. Daarnaartoe, omdat ik het belangrijk vond. Dus die emotie en de energie die ik meenam, die was zo overweldigend dat ik sowieso al niet de juiste situatie had. Dus ik s'avonds bellen met Christy toen op tijd van... Zijn het enige wat we kunnen doen, we weten helemaal niet wat er afspeelt met die vier boven. Nee. En we kunnen twee dingen doen, dus of... We halen ze alle vier naar beneden. Of we sturen degene die huilen naar beneden komt terug naar boven en lossen het zelf op. En heel toevallig, een dag later, gebeurde eigenlijk hetzelfde. En waar hebben jullie voor gekozen toen? Terug naar boven sturen. Ik zeg, of je haalt de andere drie naar beneden en jullie doen met z'n vieren het verhaal. Of je gaat naar boven en je lost het zelf op. En, dus je hebt hun de keuze, of haar de keuze eigenlijk gelaten. Ja, en zij heeft het uiteindelijk zelf opgelost en ze zijn nooit meer huilend naar beneden gekomen en gedaan. En, dus daar hebben ze allemaal heel veel van geleerd. Ja, en als je praat over, dat is ook heel duidelijk. Ja. Mijn emotie was eraf. Terug naar zaten we op één lijn. Ja, daar hadden we met z'n tweeën eigenlijk wel afgesproken dat misschien die twee keuzes de beste is. Want anders gaat het constant een strijd worden tussen haar en mij en mijn en jouw kinderen. En daar zit toch nog een navelstreng gevoeligheid in bij de papa's en mama's. En dat was eigenlijk de beste beslissing die we in het vrij beginstadium hebben gemaakt. Hoe ga je om met kinderen? En... dit was een huiselijke situatie, maar op een verjaardag gebeurt het zelf. En dat is lastig, hè? Want je maakt niet van tevoren met een andere ouders afspraken. Wat doe je? Ik heb wel eens gedaan trouwens, nou ik het zeg. Op feestjes, als dan een kindje huilend naar binnen komt en iets anders. En een ouder begint al van, ja, jouw kind. Ik zeg, wacht even, ik ben niet bij geweest. Ja.
Als jij het op wil lossen, lekker doen, maar ik denk dat de kinderen dat zelf goed kunnen oplossen. En als jouw kind nou het verhaal aan blijft doen, hoe erg het er buiten is, ik denk dat het handig is dat we de rest dan ook even naar binnen halen. En dan zie je in één keer een ouder al vrek. Ja, dat is eigenlijk, wacht, dat is eigenlijk niet zo gek. Ja. En dan zie je, en dat is het mooie eigenlijk, dan zie je het kind wat huilend naar binnen komt, zie je al kijken en doen, want dat is gedrag wat hij niet gewend is. Mm-hmm. Oh, wacht even, maar de rest naar binnen. Dan komt er informatie naar binnen, dat is ook niet wat we willen. Ja, dan zie je die tranen, die beginnen al op te drogen en mama papa denkt, oh wacht. En dan heb ik nog wel eens een neiging zeggen, los je het zelf op? En dan zie je, ja, en dan zie je eigenlijk dat, maar als er één huilend naar binnen komt en een ouder gaat helpen, en die gaat naar buiten, ik kijk voor de gein wel eens op mijn klok, en ik heb dan niet meer zoveel verjaardagsfeestje, mijn kinderen zijn al groter, ouder. Ja. Mag je niet meer mee, hè? Nee. Naar die feestjes. Nee, precies. Maar dan komen binnen een kwartier komt de tweede al naar binnen. En binnen een uur staat de derde, want we hebben iets gevonden wat werkt om onze ouders naar buiten te krijgen. En als je dan weer linkt, kan het ook soms puur een aandachtding zijn. Dat kinderen buiten een beetje verloren niet genoeg aandacht krijgen of doen. Of dat ook een manier is om... Want wij reageren wel op huilende kinderen als ouder. Dan stop ik wel met jou met praten als hier mijn zoon komt staan en die zegt... Ja, papa, ik heb je pijn of iets anders. En dan zeggen we vaak niet van... Dan gaat toch de aandacht daar naartoe. Ja. En kun je dat voor zijn, want dan gaan we terug naar waar we begonnen zijn. Kun je ze nu dan wel een keer naar buiten lopen en zeggen, jongens, leuk hier en dan gaat het goed en we zijn lekker aan het spelen. Ik zou bijna een schema moeten maken met de ouders die binnen op een verjaardag samen zitten. Als er één voor één al in één keer een kwartier even naar buiten lopen en ze compliment geeft, krijg je niet dat negatieve naar binnen. En dan zeg ik niet, een kind kan altijd vallen, hè? En dan moet het pleister geplakt worden. Hè? Ik praat meer over die, van ouders denken, ach, dan komt die vooraan, de jengel. En, waar je zegt van, het is eigenlijk geen fijne situatie voor niemand niet, maar ja, het hoort erbij. Wat kan er nog meer? Als ouder moet je de wijste zijn. Is dat altijd zo? Moet je altijd het slimste zijn of het verstandigste zijn? Ik, mag je als ouder ook niet gewoon een keer vergissen? Natuurlijk. Ik denk de slimste zijn. Ik denk natuurlijk, als je over een babytje praat, dan ben je de meest wijste. Maar dan komen vrij snel momenten met kinderen en elke ouder ervaart die denkt, oeh, daar had ik nog niet zo over nagedacht. Of die vraag komt eerder dan ik had verwacht. Ik denk, maar dat geldt ook voor bedrijfsmatig als ik in teams werk of met collega's ben of waar dan ook. Het antwoord geven op een vraag of iets anders zeggen van, luister eens, ik weet het niet. En ik ga het uitzoeken of wat kunnen we doen. Dat die veel krachtiger is dan maar iets zeggen of iets verzinnen. Of doen. Dus ik denk zeker niet dat je de wijste hoeft te zijn in die zin. En dat ik weet niet of we gaan samen uitzoeken veel krachtiger is. Ik denk niet dat het lukt. Omdat kinderen uiteindelijk gaan ze naar school en krijgen invloeden. En sowieso met de social media. Was veel slimmer als jij. Met YouTube en dingen zijn ze op een aantal vlakken al veel sneller en wijzer. Precies. Dus het leuke is, en ik zeg tegen mijn kinderen ook wel eens, zeker met alle coaching. Mijn kinderen hebben natuurlijk veel qua coaching meegekregen. Hè? Een van de mooie dingen die ik ze geleerd heb vrij vroeg, is een irritatie zegt meer iets over jezelf dan over de anderen. Mm-hmm. Nou, op een bepaalde leeftijd kreeg ik die regelmatig terug. Als ik iets zei van, papa, een irritatie zegt meer over jou dan over mij. Fijn, hè. Ja. En dan kom je ooit in een fase, zeg ik wel eens voor degene, wanneer de student becomes the master. En dan gaat het omdraaien. En voor mij was dat niet iets van, maar meer, potverdikke me. Ze hebben het begrepen. Ze zien het, ze herkennen het en ze hebben het onthouden. En dan ga je van elkaar leren. Maar precies wat ik zeg, er is geen school om papa, een goede papa te worden zijn en geen mama. Het is echt leren en doen en ervaren. En als je dan een fase komt van, nou snap ik het. Ik weet hoe ik ze kan bewegen om iets te doen, om een kamer op te ruimen of iets anders. En een week verder, dan zijn ze net weer een sprongetje gemaakt. Maar ja, ik dacht al, kom je ooit in die fase, maar heel kort dus. Ja, heel kort. En als je, het is wel mooi als je vooruit blijft kijken. En je weet een beetje van elkaar wat ik straks zei, dat je, wat wil je dat ze kunnen, een beetje mogen. En dat komt niet op een dag, maar wel een beetje een richting in hebt. Het van tevoren je brein een keer erover na laten denken. En het brein blijft toch stiekem wel meedraaien. Is veel handiger en brengt je veel meer dan bijna in het geschiedenisleven. Oh, dit nog en dat nog. En dan komt hij ook nog met de vraag van dit. En dan loop je een beetje achter de feiten aan. En dat kost altijd meer energie dan dat je nu nou eens een keer even rustig gaat zitten. Van wat vind ik van mijn eigen kinderen? Vind ik ze leuk? Vind ik ze fijn? Dan vind ik eigenlijk nog dat ik ze moet leren? Of waar moet ik misschien eens wat de teugels een beetje vieren? En moet ik ze aangeven van het is tijd nou dat jullie je eigen bankrekening openen? Of wij zijn bijvoorbeeld heel vroeg begonnen met gewoon laten betalen bij een restaurantje als we zitten. Oh ja.
Ja, ik heb ze ook wel eens een keer mogen boodschappen doen. Ja, nou oké, okay, op de fiets. Ja. En dan 50 euro meegegeven. In plaats van precies afgepast 10 euro. Nee, gewoon extra, ja, extra veel geld meegeven. Dat je laat zien, eigenlijk een van die drie pijlers. Ik vind jou groot genoeg dat jij op straat kan met 50 euro. Ja. Maar je moet eens kijken naar jezelf. Dus die verantwoordelijkheid te geven en goed voor het zelfvertrouwen. Ja, dat je zegt, neem een bonnetje mee, je hebt je 50 euro. En niet van, ja, het is ongeveer 10 euro. Even kijken, ik heb geen 10 euro, ik heb al 50 euro, ik heb 100 euro. Ja, maar bijna letterlijk zeggen, daar kan je nog niet mee overweg. Maar ik hoor jou wel zeggen, neem een bonnetje mee. Ja. Waarom doe je dat dan? Omdat ik opvoedkundig vind, het bonnetje meenemen. Als ze thuiskomen, kunnen we samen nog even kijken. Van laten zien, klopt het? Heb je het nagekeken? Want dat wil ik ze leren. Dat zal ik niet zes keer doen. Maar je hebt geld teruggekregen. En het kan goed zijn dat ze op die leeftijd nog niet echt kunnen rekenen. Maar dan kun je wel laten zien van, nou, hier staat op cijfertjes wat je hebt betaald. Vaak staat het bonnetje tegenwoordig, geloof ik, wat je precies je gebruikt dat bonnetje eigenlijk als leermiddel. Het is niet, want geen ik pak het even op van, even zien of je genoeg geld mee terugneemt. Nee, is het niet. Nee, ik heb laatst iemand gesproken, dat is een collega van mij, ook heel leuk. Die had het een kinder ook op pad gestuurd. En mogen we iets voor onszelf meebrengen? Ze moest geloof ik voor visite, geloof ik, noem even iets geks, een pak suiker halen. Ja. En mogen we ook zelf iets kopen? Ja, je mag wat te drinken kopen was het iets lekkers en te drinken. Maar de verhouding was geloof ik een flesje wijn. Dat krijgen ze mee, kinderen. Dat is het verkeerde voorbeeld. Maar in ieder geval iets meebrengen. Maar ze hadden nou precies meegenomen in gedachten de kleinste verpakking wat ze mee moest nemen van de suiker. In plaats van paksuiker. Maar de opdracht was niet specifiek genoeg. Maar voor zichzelf hadden ze allemaal liter fles cola. En geloof ik een hele grote zak snoep. Ja. En het geld was zo goed als op. En dat is een perfect moment om daar niet boos op te worden of vervelend. Dan denk ik, ik ben eigenlijk niet duidelijk geweest. Nee. Want ze hebben eigenlijk precies gedaan wat ik zei en ik heb niet. Maar in mijn gedachten daar, ja, ze kopen een klein flesje cola. Maar dan is het mooi om te zien wat ze meenemen. En dan geven ze ook verantwoordelijkheid. Ja. En een stukje bevoegdheid. En dan kun je daar als ouder toch ook alleen maar om lachen. Ja, en meenemen. En dat wil niet zeggen dat je er niks van mag zeggen. Maar je weet wel, weet je, volgende keer. Of in dit geval zou ik het misschien dan niet zeggen. Maar als ik ze volgende keer wegstuur. Hey, volgende keer had je een liter fles cola. Nou is een klein lesje voldoende. En zo leer je. Zo word je specifieker. Maar dan leert het kind ook van jou wat je niet hebt gezegd. Wat ze wel ook moeten leren. Of vragen stellen. Of weten, wacht even. Ja, vorige keer was die grote fles. En papa zegt nou een kleine. Ah ja, dat is wel een goeie. Ik heb bij dat bonnetje zelf nog een voorbeeld laatst. Ben ik wel benieuwd wat jij ervan vindt. Een kennis. Die had al oudere kinderen. Een zoon die studeerde. En die ouders die zouden de studieboeken betalen. Alleen als hij het bonnetje had. Ja, maar daar zit voor mijn gevoel meer aan vooraf. Want hoe oud was hij dan, studieboeken? Dan... Ja, in de 20. Ja. Het voelt voor mij als wantrouwen van die ouders. Ja, maar als zie je dat ook zo? Ja, weet je, het rottige is, in eerste instantie zou je dat kunnen zeggen, maar als er zijn periodes dat kinderen gewoon echt liegen. Mm-hmm. Er zijn periodes waarop kinderen even proberen of ze dat eurotje wat hier ligt mogen vinden en houden. Is het stelen? Is het liegen? Is het negatief label ja? Kijken in de ontwikkeling van kinderen, zijn dat fases waar ze ook hun grenzen moeten vinden van wat is stelen en wat is lenen en wat is vinden en waar geef ik aan. En als een bepaalde zoon of dochter een paar keer al meer geld heeft gevraagd dan dat het was, dan zou je wel een bonnetje kunnen vragen. Ik vraag ook wel eens een bonnetje, omdat ik wil leren in een fase dat het handig is om een bonnetje en even te laten zien, dit is het bonnetje. Want ik vind het belangrijk, als ik geld van jou geleend heb of van jou koop, zal ik nog steeds dat bonnetje, zonder dat jij mij vraagt, dat bonnetje geven. Dan zou het mij een leermoment zijn. Ja. Als je het vertaalt aan een stukje controle, dus hetzelfde gedrag kun je zien als leermoment, maar je kunt ook als controle zien. Het hangt een beetje ook van de context eromheen. En, ik heb bijvoorbeeld een methode bij mijn kinderen, dat ze vanaf een jaar of 12, 13 wat centjes gespaard hadden, dat ze dingen gewoon die ik betaal zelf voorschieten. Dat ze beseffen. Dus ik geef dan, gaf ik ze extra geld mee om te betalen bij de supermarkt. Vanaf een jaar of 10 zei ik, oh, je mag ijsjes gaan kopen, maar zelf even betalen van je eigen rekening. En dan ik geef neem even een bonnetje mee, dan komen ze terug met een bonnetje en dan betaal ik hen het terug. Maar er zat een leermoment in van hun om zelf één geld genoeg te hebben dat ze dat kunnen betalen. Van hun eigen geld betalen voelt echt heel anders dan dat mama meegeeft, want dat is maar een stuk papier. Mm-hmm. Of uit hun eigen spaarpotje wat ze voor hun verjaardag hebben gekregen. En het terugkrijgen
was mij weer een voorbeeld laten zien dat ik, als ik iets geleend heb, want eigenlijk had ik heel kort zeg maar geld van hun geleend, dat ik dat meteen terugbetaal. En dat een bonnetje heel handig is. Ja. En dan komt op een gegeven moment een fase, als je zegt, mijn kinderen hebben geleerd wat ik vind dat ze moeten leren en kunnen, dat je zegt, ik hoef geen bonnetje meer, zeg maar hoeveel het is. Ik krijg nou tikkies van mijn kinderen. Ja. Ja, dat zijn ook van die dingen. Ja. En mijn zoon die zit veel op stages nou in het buitenland in zijn opleiding. En daar zit de lunch vaak niet bij en die betalen we. We hebben gewoon 10 of 15 euro afgesproken voor een lunch. Zeg, wil je dat van tevoren krijgen? Nee, zegt hij, ik stuur elke dag een tikkie, want anders maak ik dan koop ik aan het begin van de week veel te veel. Ja. En dan krijg ik een tikkie voor 15 euro. Hey, al koopt hij daar alleen sigaretten van, daar controleer ik niet meer, dat doe ik niet meer. En hij belt mij ook niet op van, papa, ik heb niks gegeten, ik heb het alleen maar in de gokautomaat gedrukt, kun je mij nog geld? Dat doet hij ook niet. Snap je, dus die verantwoordelijkheid en die bevoegdheid, dat is een... En ook dat is weer zo'n mooi onderwerp om met z'n tweetjes als ouders zo nu en dan een keer over te hebben van, wat vind je ervan? Mag je alleen op stap? Mag hij dit al? En moet hij dan dat zelf betalen? Geven we geld mee? Of laten we het declareren? Dat hij zelf leert met te betalen en dingen? Je kind moet een vast ritme hebben. Dus wisselende diensten zijn niet goed voor je kind. Als ouder kan werken bedoel je? Ja, dat is een hele grote. Want dat zit ook een beetje in een Nederlandse cultuur. En het is heel simpel. Als ik aan een pedagogisch vraag, dan is alles gericht op wat voor het kind goed is. Mm-hmm. Maar het kind leeft ook ooit in een land, in een omstandigheid met ouders gescheiden, alleenstaande papa, alleenstaande mama. Dat je een compromis moet sluiten en dat je dan de beste keuze moet maken van de verschillende dingen. Ik bedoel als er wisselende diensten zijn. En ik denk heel snel het antwoord, als jij oprecht aandacht geeft. We hebben ouders wel eens gehad die hun kinderen zeg maar 5 dagen bij ons hadden. Of alle nachten bij ons, toen we nog 24-7 waren, alle nachten bij ons het kindje hadden. En dat dan de gemiddelde opa, oma, maar de Nederlandse, Brabantse ouder zei, ja, dat kan toch niet? Mm-hmm. Maar als ik ging kijken dat mama het kindje dan 's ochtends om 9 of 10 uur kwam halen. Of om 12 uur had ze zelf de nachtdienst gehad. En dan oprechte aandacht had met die kleine. En als ik dan kijk naar een gezin, want het zegt, ja, mijn kind mag maar 3 dagen in de opvang en 1 dag de opa en oma. En die zie ik alleen maar haasten, rennen. En het kind wordt thuis voor de tv gezet. Mama gaat koken en papa is nog druk bezig. Ja, dan weet ik niet wat beter is. Nee. En dan zou je het eigenlijk aan de kinderen moeten vragen. En dan kun je dat tijdens het niet vragen, maar pas als ze volwassen zijn geworden. En ik denk dat we ook gewoon moeten kijken naar wat de omgeving is. Pedagogisch gezien, als je kijkt naar wat goed is voor kinderen van 0 jaar, is eigenlijk dat mama een jaar lang fulltime daarbij is. Mm-hmm. Scandinavië heb je bijvoorbeeld een cultuur waar je een jaar lang ouderschapsverlof hebt. Papa's hebben ook langer. Gelukkig in Nederland geloof ik heb je als papa nou ook inmiddels 2 weken of een week. Ja, zo ik heb nog 2 dagen gehad. Maar ik heb het hier ook wel eens gehad. En als ik mijn personeel, die zijn inmiddels ook in een leeftijdscategorie dat ze allemaal kinderen hebben al en aan het krijgen zijn. En sommigen hebben dan toch nog een maand extra opgespaard. En die zei, ik wil gewoon het werk. Ik ben nou 3 maanden thuis geweest. Ik word gillend gek thuis. Ja, is dan pedagogisch goed? Ja, voor het kind. Maar mama die thuis gek wordt en de muur op afkomt en overal maar langs gaat en doet. Is dat goed? Ja. Dan kun je beter zeggen, ik doe lekker het kindje 3 dagen naar de kinderopvang. Waar je zegt, er wordt goede opvang geboden. Er wordt qua ontwikkeling en pedagogisch gewoon echt dingen met kinderen gedaan. En niet te vergeten, het sociale contacten. Want als je mama alleen koffie gaat drinken bij vriendinnen en even naar de stad en naar de IKEA en dan weer moet koken en het broertje of zusje moet ophalen en die kleine wordt alleen maar als een soort bagage meegenomen, dan denk ik dat 3 dagen kinderopvang of 2 dagen of de combinatie veel beter is dan zeggen je moet als mama een jaar thuis zitten. Dus ik heb zo meer informatie moeten hebben als je een keuze moet maken tussen het palet van keuzes en omstandigheden. Ja, helder. Kinderen hebben te druk tegenwoordig. Ja, dat is een mooie. Die ben ik niet mee eens. Nee? Waarom niet? Ik denk dat ze te veel tijd hebben. Te veel tijd? Ja, want nou kan ik het heel makkelijk aantonen. Ik zei dat 10 jaar geleden ook. Maar gelukkig heeft bijvoorbeeld Apple nou inmiddels gewoon schermtijd. Dan kun je bijhouden precies zien. Als ik kijk dat mijn kinderen tussen de 3 en 6 uur op hun telefoon kunnen zitten over een dag, dan denk ik dat je niet kunt zeggen dat ze te druk hebben. Ook hierin, specifieker, wat is te druk? Lijken we te veel op als ouder? Moeten ze te goed presteren? Moeten ze overal mee naartoe? Ik zie weinig kinderen die echt meehelpen in het huishouden. Ja, tafel een keer dekken en een keer de vaatwasser inruimen. Ik denk dat het vooral
soort de bekende kreet werkdruk. Dat mm-hmm. is een gevoel, dat is een emotie. Zou je kijken in tijd, dan denk ik dat kinderen veel minder moeten dan 10, 20, 30 jaar geleden. Ik denk alleen dat er meer een gewoonte gemaakt is of een bepaalde sfeer gecreëerd is dat ze het te druk hebben. En daar moet je als ouder een keuze maken. En misschien ook een klein beetje, ik zou bijna zeggen, de kop indrukken van wat je vindt dat ze wel moeten en waar ze de keuze in hebben. En zeker een telefoon en televisie zijn ontzettend tijdslurpende apparaten waar kinderen eigenlijk niks extra's van leren en doen en niet beter van worden. Half uurtje per dag, natuurlijk, hè, informatieve dingen, maar 5 uur lang op de televisie en inmiddels op een computer of dingen. Ik denk dat je daar veel beter je keuzes tussen kunt bepalen. Want vaak over die tijdslurpende apparaten komen we nog terug, maar vaak wordt het gezegd dat ze te veel clubjes hebben en zo, hè? Kinderen dat ze dan te veel sporten, muziek en ja, dat kan, maar dat is ook een stukje wat de ouders belangrijk vinden. Want ik denk dat in eerste instantie kinderen niet zelf op 5 sporten gaan of 5 clubjes. Mm-hmm. Dat langzaam, oh, dit is leuk en dat is leuk. En dat je als ouder wel een soort coachende rol hebt in een bepaalde leeftijd. Dat je uiteindelijk aan moet geven, ja, wacht even, als je ook nog muziek erbij wil doen en de tennisvereniging. Dat je kunt aangeven dat het consequenties heeft op tv kijken, telefoontijd, slaaptijd of tijd gewoon niks doen. Vervelen, ja. Hè, wat we vroeger zeiden, het is goed als kinderen zich een klein beetje vervelen. Maar is alles zo op elkaar en dat zie ik wel, en misschien is dat ook wel je vraag die je bedoelt. De schema's zijn zo van 's ochtends mm-hmm. zo laat mogelijk opstaan, zo snel mogelijk ontbijt of misschien niet eens ontbijt en naar school en dan de schooldag. Dan na school naar huis, dan moeten ze wat huiswerk maken en dan staat de sportclub al, de voetbal. Dan heb je wel een heel krap schema. Misschien is het beter, en ik vergelijk het in het bedrijfsleven wel eens, dat als iemand zegt, ik heb het te druk en noem maar op, dat de vraag beter is, heb je het te druk of kun je heel slecht plannen? Mm-hmm. Want als ik na een week zou kijken van een bepaald gezin met de kinderen en de dingen die papa's en mama's moeten doen, kan ik eigenlijk al van tevoren zeggen van ja, daar en daar ga je gewoon stressmomenten krijgen die je leven gewoon moeilijker maken. In plaats van dat je er meer iets aan hebt om te genieten van je kinderen of nog meer aandacht te geven aan de sportmomenten of iets anders. En wat zijn die stressmomenten dan? Zijn dat momenten waarop de activiteiten te dicht op elkaar zitten? Of? Nee, ik zou bijna zeggen van op het moment dat je bijvoorbeeld de voetbaltraining al op dinsdagavond en op donderdagavond hebt voor het ene kind en op maandag voor het andere, dat je al die week bijna niet 's avonds samen kunt eten als gezin zijnde. Ja. Ja, dan weet je dat op die dagen is er al minder connectie met elkaar, kan je al minder dingen delen. Als papa net thuis komt en moet de kindje erop halen en mama gaat al weg met het dochtertje om naar de muziekles te gaan. Ja, die avond is geen rustige, relaxte, opbouwende. Dat is eigenlijk gewoon afvinken. Dat is, mm-hmm. dat is niet meer de beleving, dat is meer gewoon dat is bijna een evenement. Daar ligt een nadruk bijna, we moeten dit, we moeten dat, in plaats van, wat is eigenlijk nou belangrijk? Kunnen we dit of kunnen we dat doen? En hoe zeg jij, want in de praktijk is natuurlijk, want zo'n voetbaltraining van kinderen bijvoorbeeld, kun je vaak als ouder weinig in plannen. Want het is gewoon wanneer de club training heeft voor jouw kind. Ja. Hoe zou je dat in de praktijk dan oplossen? Nou, mijn eigen praktijk was zo dat mijn zoontje op voetbal ging. En net in dat jaar gingen mijn partner en ik toen een tijd uit elkaar. En dat ik denk ik heb 4 weken volgehouden. Heb ik 2 keer in de week langs de lijn gestaan. Vanaf 6:30 tot 7:30, 8:30. Met een klein zusje in de maxi-cozy-hal, want ik was een alleenstaande vader. En dat heb ik 2 weken gedaan en toen heb ik gezegd, dit gaat hem niet horen. En dan zaterdag ook nog die wedstrijden, heel vroeg en heel lastig. Er was een hoop gestresst van ouders. Ik keek naar hem toe, hij vond het wel leuk, het keepen. Maar eigenlijk het schema wat er omheen, het zusje aankijken, die heeft helemaal niks aan. Ik had mijn kinderen de helft van de tijd. Dus dat betekende ook nog dat die week dat ik de kinderen had, 2 avonden en een ochtend in het weekend, ook helemaal gericht werd op het voetballen, waarvan ik maar 1 kind iets kon laten doen. Mm-hmm. En ik heb hem ervan afgehaald. En sommige ouders die verklaren me steeds voor gek. Nu terugkijkende denk ik van, dat is gewoon een superkeuze. Zowel voor hemzelf, want hij kan altijd nog gaan voetballen. Hij kan altijd nog sporten. We hebben uiteindelijk wel andere sporten gekozen die gewoon meer aansloten op mijn persoonlijke situatie met het gezin. Mm-hmm. En ook respect voor zijn zusje, die gewoon niet, zeg maar als ik optel 2, toch misschien 5 uur in de week, maar gewoon 0 aandacht krijgen langs een voetballijn in de regen of in de kou zou moeten bivakkeren. Ik denk, ja, dat klopt niet, dat is ook geen moment. En voor mij was het sowieso geen papa-zoon moment. Nee. Op het moment dat hij daar dat veld op gaat. En,
Dus eigenlijk geef je ook als tip om de planning gewoon aan te laten sluiten op je eigen situatie. Ja, durf eens meer te kijken en dan pak ik ook meteen weer met je partner. Dit heb ik uiteraard ook besproken toen een tijd met de moeder van mijn kinderen. En die zei, ja, ik heb precies hetzelfde. Het is gewoon niet... We kunnen eigenlijk helemaal geen, ja, de bekende, ook een kreet die veel gebruikt is, kwaliteit geven. Ja. Maar 2 dagen per week om zo al 's avonds met het werk wat we hebben, om zo om te gaan en met de kinderen de zorg en de opvoeding, is eigenlijk helemaal niet wat we willen. Kan hij later nog voetballen? Zien we hem nou al dat hij straks in een topclub in de wereld zit? Nee, waarschijnlijk niet. Kan hij nog een paar dingen? Nou, dan kiezen wij nou eigenlijk voor de gezinstijd wat wij nou beter vinden passen bij dan meegaan in wat heel veel mensen zeggen en moeten en doen. Dus nee zeggen is ook wel een deel van ouderschap. Dus op het moment dat jouw kind ouder was bijvoorbeeld, was er wel weer ruimte om te gaan voetballen. Ja, sowieso. En wilde hij dan ook? Is hij nog gaan voetballen? Nee, hij is niet gaan voetballen. Hij heeft wel zo nu dan zo hier in het park en natuurlijk op school genoeg gevoetbald. Wat het mooie is, wat we toen ook gezegd hebben, zodra ze zelf heen en terug kunnen fietsen. Ja, als ze dan 2 avonden willen fietsen en gaan, dan kunnen ze zelf ook naartoe gaan. En dat is ook al meteen een mooie sprong naar die sportlessen, wat ik heel veel zie de ouders. Omdat ze eigenlijk een beetje een schuldgevoel hebben dat ze te weinig tijd hebben. Gaan ze de kinderen meer pamperen, gaan ze ze halen en brengen naar de sporten. Terwijl ik dan denk opvoedkundig, een kind zelf sporttas laten pakken op een bepaalde leeftijd, naar de sport laten fietsen, dat het nog zoveel meer bijdraagt aan zelfstandigheid, plezier aan de sport en ook dat ze willen sporten. Want als ze de moeite al niet willen nemen om naar het sportveld te fietsen, hoe belangrijk vinden ze het dan? Voor wie gaan ze dan? Moeten ze ook gaan? En dat is ook een leuke om met je partners over te hebben van hoe zien we dat? Tot wanneer blijven ze wegbrengen of doen we het alleen als het regent? En daar kun je ook bij je kinderen ontdekken of ze het wel echt willen. Of dat het toch maar iets is dat ze fijn vinden. Dat papa vindt dat ze op voetbal zitten, of tennis, of hockey. En hetzelfde is met naar school brengen. Hè. Veel kinderen worden tegenwoordig naar school gebracht. Daar ook eens te halen, dat je gewoon kinderen zelf naar school kan laten lopen. En dat is wel wat spannender. Hè. Komen ze wel of niet aan en dan krijg je al dat soort doemscenario's. Maar ik denk ook dat een deel als een bepaalde leeftijd kunnen kinderen makkelijk zelf naar school lopen. En ze vinden het vaak zelf ook leuk als ze het zelf mogen doen. Hè? Je hebt natuurlijk een nieuwe tendens. Ik wist niet toen ik aan school zat wat het was, maar dat is afspreken. Wij gingen vroeger, en nu word ik een beetje albollig, zelf spelen en aan vriendjes in de straat. Maar tegenwoordig staan de moeders en vaders aan school en dan moet er afgesproken worden. En dan bij jou en mij en dan gaan ze met de auto mee en dan is bijna een logistiek iets. Ja, ze kunnen wel mee, maar ik kan ze straks niet naar huis brengen. En dat geeft nieuwe, ik zeg niet dat het fout is, maar geeft nieuwe energie, een nieuwe manier om over na te denken van draagt het bij aan de zorg en de opvoeding die we samen willen, die de kleine van ons doormaakt. En vaak zitten ouders te snel al in een trein, dat ze eigenlijk niet doorhebben, dat ze mee moeten van afspreken, nou dit keer bij jou, volgende keer komen ze bij mij, en dan halen en brengen. En dan zie je weer dat de persoonlijke aandacht, of het oprecht met elkaar het moment beleven, is helemaal weg. Het is meer een grote logistieke operatie. Hoe kan ik mijn kinderen deze week door de week heen schuiven? En op zondag, oh ja, dat is dan fijn dat we even niks hoeven te doen. Mm. Maar op zondag hebben we bijna allemaal niks te doen. Dus dan zou het eigenlijk leuk zijn als we zeggen, zullen we samen iets gaan doen? Maar als de helft is, nu even niet. En natuurlijk, hè, met de korreltjes zout, ik overdrijf een klein beetje en gebruik wat algemene dingen. Daar worden ze hard van. Ja, weet je, dat is een hele leuke. Ik denk dat welke cliché of opmerking of spreekwoord gebruiken, dat die altijd gelden in veel situaties. Mm-hmm. Het gevaar is alleen als je zo'n kreet constant gebruikt. Als je als papa, stoere papa wil zijn en constant tegen je zoon zegt, daar word je hard van, jongens huilen niet. Dan ga je dingen inprenten, die gedachten, die stemmetjes. Hè, dat uiteindelijk als ze groter worden, horen ze steeds een stemmetje van hun vader of moeder. Dus ik denk dat je op moet letten als het een standaard opmerking wordt, als een kindje zijn stoot of valt, of een teleurstelling heeft, dat je constant 1 zin daarvoor gebruikt. Mm-hmm. Ook die zinnen mag je ze nu en dan als kinderouder worden een keer updaten. En op het moment dat je over dit soort kleine leeftijden hebt, of lengtes, is daar worden ze hard van, is wat vroeg. Yeah. Maar op een gegeven moment kun je best een keer gebruiken als je merkt dat het jengelen en dingen zijn. Hè? Dat is eigenlijk een wat stoerdere uitspraak voor met vallen en opstaan leren ze het. Die klinkt al vriendelijker. Mm-hmm. Dus er zijn voor dat soort dingen die je toch wilt zeggen, van eigenlijk zeg je gewoon van het hoort bij het leven. En ja, je hebt even pech dan als het nou is, maar los het zelf op, dat is eigenlijk wat je zegt. En in de scala kun je dat van heel vriendelijk en lief, kun je dezelfde boodschap overbrengen
totdat daar horen ze hard van. We komen wel eens in Amerika met trainingen en die mentor zegt regelmatig, it sucks to be you. Oh. Ja, en dat zegt ook wel een keer iets van, ja, het is leuk en ik heb het aangehoord, maar het is even pech dan voor jou. En deal daarmee. En ik denk dat dat ook wel bij hoort, als ouder in de opvoeding. Alleen, het is niet één stand. Als je constant die bulldozer ouder bent, dan hou je alles weg. Als je die helikopter ouder bent, als je het constant doet, is het niet goed. Maar je kunt best een keer een pad vereffenen, een stukje, een dag, een week voor een kind. Of als het de eerste keer is dat hij weer iets nieuws doet. En je mag best eventjes wat dingen in de gaten houden. En je mag ook best een keer zeggen van, zoek het lekker zelf uit. Je hebt je eigen problemen veroorzaakt. Kinderen klagen tegen mij regelmatig in het begin over school, docent en huiswerk en slecht cijfer en lang en proefwerk. En jongens, ik heb jullie van de week helemaal zien leren. Doe lekker boven tegen jezelf klagen. Klaag niet over het werk wat je niet gedaan hebt. Dat is ook een beetje een vorm van de cliché die je net noemt. Als ik mezelf hoor praten, wat ook belangrijk is, gewoon het moet congruent zijn. En de spreuk, de keuze van woorden, die moet bij je passen. Plus wat ik net zei, niet altijd dezelfde. Niet altijd als er iets is tegen je zoon zeggen, oh, daar word je hard van. Want uiteindelijk verliest hij zijn kracht, dan wordt het zijn dooddoener. En het wordt ook door de partij niet meer gehoord, want hij wordt maar te pas en te onpas gebruikt. Kun je daar congruent zijn nog iets uitleggen? Is dat zelf als consequent zijn? Dan moet ik altijd even denken. Ik denk dat... dat is niet hetzelfde. Want je kunt heel congruent zijn door niet consequent te zijn elke dag. Maar dan ben je nooit consequent. Nee, wat belangrijk met consequent zijn betekent dat je wat je vandaag bedoelt en zegt en waar je in gelooft, dat het morgen ook nog zo is. En dan kan het makkelijk over 2 weken aanpassen, maar dan zul je diegene in je omgeving waar je afspraken mee gemaakt hebt of wat je doet, zul je daar wel bij moeten helpen. Als het blijkt dat ik tot deze week geloofde in Sinterklaas en morgen krijg ik bericht van mijn oude broertje of zusje dat het een groot feest is en dat het toch niet helemaal echt is. En ik geloof dat nieuwe ding, dan ben ik heel... congruent, want ik geloof daar ook echt in. Terwijl als je daar consequentie krijgt, gisteren geloofde je in Sinterklaas en vandaag niet, dan zou je kunnen zeggen, je bent niet consequent. Mm-hmm. Nee, consequent betekent dat je best wel mag aanpassen, maar het moet niet elke dag anders zijn. Met elke wind meewaaien is zo'n mooi spreekwoord. Dat is niet consequent. En wat je ook heel vaak ziet, is dat bijvoorbeeld ouders thuis bepaalde dingen doen en zeggen en regels, of kinderen hoeven hier niks te doen. En op het moment dat ze op visite zijn bij opa en oma of bij andere mensen, dan moeten ze in één keer in een keurslijf lopen. Ja, dan ben je niet consequent. Het beste is van hoe wil je dat kinderen zich gedragen waar je zelf niet bij bent of waar je naartoe gaat. Leg ze dat uit en doe dat consequent ook thuis. Het is voor kinderen heel lastig als ze met schoenen op de bank mogen springen en vanmiddag gaan we naar een vriendje of vriendinnetje om daar in één keer te horen te krijgen, hey, niet met schoenen op de bank, hey, blijf zitten, niet rennen, doen. Als een kind hier door het huis mag rennen met de glas in zijn hand, dan is het bijna onmogelijk om dat voor elkaar te krijgen op een fijne manier, dat hij een uur later bij een vriendje dat ook niet doet. En dan is het fijn om consequent te zijn, om een dingen door te voeren, maar ook voor je partner en het hele gezin weet van wat we wel doen hier, wat we niet doen, en wat als het anders is. Ik kan me goed voorstellen als opa en oma er is, dat we dan iets nettere woorden gebruiken. Dat kan best, maar dan heb je een uitzondering al een klein beetje benoemd. Maar als je niet wilt dat kinderen vloeken of schelden of iets anders, als je dat niet wilt, dan moet je dat thuis ook niet toestaan. Want dat wordt vaak dat wordt voor kinderen heel lastig. Zie je het wel helder zo? Of is het nog, snap ik waar een verschil zit tussen congruent en consequent. Ja, ik zeg misschien wel leuk, want we hebben het ook over op één lijn zitten. Hè? Dat is dezelfde gedachtegang, die heeft hier ook mee te maken. Want het kan best wel eens zijn dat je op een gegeven moment ouder wordt en je komt tot inzicht. Of je gaat als ouder een keer naar een themaavond bij een kinderopvang. Of je doet zelf een training met je werk. Dat je denkt, potverdikke, dat zijn wel eigenlijk nieuwe inzichten. En als ik zo reageer of doet, of mijn gedachten zijn erop veranderd. Dat je dat gewoon deelt. En gisteren was jouw lijn nog zo. En vandaag mag die best wel een beetje in een andere richting op gaan. En het mooiste zou zijn als je daar je kinderen of je partner een klein beetje in meeneemt. Potverdikke, ik heb gisteren training gehad. En ik heb dan dat geleerd. Wat vinden jullie ervan? Hoe denken jullie erover? En dat zijn geen gesprekken van 5 uur. Maar dan neem je ze mee. En ik moet eigenlijk bijstellen. Want ik merk dat als je een bepaalde mening had, bijvoorbeeld over straffen en belonen. Dat je bijvoorbeeld goed vond
Dat je iedere keer een euro gaf voor een rapportcijfer en je hebt gisteren gehoord dat het ook negatieve gevolgen hebben. Nou, ik heb dit gehoord. We schaffen de euro's af met het rapportcijfer en we gaan eens even kijken. En dan verandert je op één lijn zitten met je partner uiteindelijk ook. Dan heb je het dus over een euro geven voor een bepaalde cijfer. Bepaald of, elke voldoende cijfer, krijgt een euro. Of ja. Ik weet niet of voor businessmodellen er inmiddels zijn. Ja, van een vijf is een euro eraf en een zes een euro erbij. En als je een acht hebt, krijg je twee euro. Ik weet niet hoe ze nou werken, maar er zijn allerlei methodes. Ook die werkt wel een keer in een bepaald jaar tijd. Maar als voorbeeld dat je op een gegeven moment zegt van, goh, dat vind ik eigenlijk niet meer, want ik beloon ze te veel met geld. Daar sta ik eigenlijk niet meer achter in deze tijd van waarin we leven. Wat kan wel of niet? Dan kan je eigen lijn ook daarin veranderen. Dus als je je partner daarin maar meeneemt, dan... Ja, je partner en zelfs de kinderen. Het hangt een beetje hoe oud ze zijn, maar vlak niet uit dat ze, zeker de kleinste. Als je toch even gaat zitten en je legt wat dingen uit, die begrijpen veel meer dan dat we eigenlijk zelf denken. Ja. En dan kun je ze een beetje meenemen. Want ook in daarin weer, als je de woorden, die begrijpen ze niet helemaal, maar jouw stemtoon en ritme en je houding, daar komt een bepaalde informatie over en weer gaat, hè, onbewust, die heel veel communicatie over en weer geeft. Wat ook wel eens gezegd wordt is, opvoeden is loslaten. Ja, dit is een mooie. Dit is een beetje die controle en groeien. Mm-hmm. Als je opvoeden ziet als groeien, hè, het opvoeden. Een bekende spreuk, het nest verlaten en dergelijke, is ook loslaten. En ik denk dat er bepaalde tijdstippen zijn in het leven van een kind en ouder, dat je op een gegeven moment zegt, ik moet helemaal niet meer weten wat ze s'avonds doen en waar ze geweest zijn. En ik ben ook een voorstander eigenlijk nog steeds wel van speeltuintjes of terreintjes, Die niet vol in het zicht liggen van alle opa's en oma's die er omheen lopen en doen. Maar de kinderen ook gewoon een klein beetje kunnen vervelen en kunnen proberen en een klein beetje kunnen hangen. Want je moet je voorstellen, als je de hele dag in een omgeving bent waar iemand naar je kijkt en meteen als je één stapje fout doet, iemand zegt doe niet, doe wel, daar word je geen beter mens van. Dan leer je ook niet leren. Daar word je steeds meer ingeperkt en doe je steeds minder dingen omdat je niet iedere keer die opmerking wil horen. Dus hoe kan ik dat nog? Nee, dan ben ik hem even kwijt, want herhaal hem nog eens hoe je hem zei, de cliché. Oh, opvoeden is loslaten. Ja, opvoeden is loslaten. Ja, dan denk ik dat daarin je al vrij vroeg kunt beginnen met ook verantwoordelijkheid geven. Sommige dingen moet je controleren, want je hebt natuurlijk ook, je kunt zeggen, controle is goed, of vertrouwen is goed, controle is beter. Dat is een spel, dat is wat je samen doet. Oefenen erin. En ik denk dat je op bepaalde tijdstippen, als je op tijd kijkt, dat je inderdaad dingen loslaat. Die dingen hoef je niet meer te controleren. Op een gegeven moment weten ze hun tanden poetsen. Heeft het nog zin als tegen mijn kinderen zeg je moet je tanden poetsen als ze 18 zijn? Nee, ja, dan moet ze toch onderhand weten. Het grappige aan het verhaal is, als ik veel ouders spreek en ik mijn eigen ervaring ook, dat wat ik hier nog vaak zeg wat ze moeten doen en vergeten en of het nou de vaatwasser leeg ruimen is of de tafel afruimen. En we kennen allemaal de bekende voorbeelden en poetsschema's wat we ingebracht hebben is, als ze ergens anders zijn en je spreekt die ouders toevallig, goh, die van jou die is wel heel netjes, hè? Die ruimen zelfs tafel af en noem maar op, hoor, daar kunnen die van mij nog iets van leren. Dus vaak doen ze het ergens anders wel. En als je daar een klein beetje weet, dan kun je misschien thuis ook een klein beetje denken van ja, thuis is ook wel gewoon dat ze een keer een bord laten staan en dat ze een keer de tassen en dat ze die kamer perfect opruimen. Dat hoort eigenlijk gewoon bij het opgroeien. Ja, dat denk ik wel. En dat als je aan het praten bent met die pijlers, dat je zegt, ik, de omgeving is uitdagend. Ik spreek iemand aan op de leeftijd die heeft, dus ik doe niet kleiner, ik behandel niet kleiner dan hij of zij is. Dan zie je hier ook in, als je een stukje loslaat, geef je ook een stukje aan dat ze groter zijn. En dus als ze constant moeten aangeven waar ze zijn en dat ze bij een vriendinnetje binnen zijn en een sms moeten sturen en moeten bellen als ze aanlopen en fietsen. Tot een bepaalde leeftijd zou ik dat zeker doen. Maar je kunt ook dingen afbouwen. Hè? Dat ze eerst moeten bellen en dan een keer een sms'je sturen. En uiteindelijk zeggen van nou, als je gewoon voor 5 jaar thuis bent, hoef ik helemaal niks van je te horen. Hè, dat mag best wel iets van een controle, bezorgdheid moment in zitten voor jezelf. Maar als het doel is om jezelf een goed gevoel te geven, en dat is belangrijker dan het leermoment van het kind, dan denk ik dat twee belangen een beetje botsen. En dat je daar als ouder moet zeggen, nou hier moet ik gewoon mezelf maar eventjes een half uurtje zenuwachtig zijn, in plaats van dat ik fijn vind als ik dat berichtje heb gehad, dat ik zeker weet dat. En kun je daar dan ook
leeftijden aanhangen, zeg maar? Of moet je dat meer doen wat bij je kind past? Ja, dat is een hele lastige. Je kunt wel om je heen kijken. Je kunt een beetje kijken of doen. Dat ligt een beetje aan je eigen gezinscultuur, noem ik het wel eens. Hè? Je kunt een heel sportief gezin zijn. Je kunt een gezin zijn dat heel erg op cultuur gericht is. Dus daar zit ook heel veel verschil in. Dan heb je nog broertjes, zusjes, hè? Jongens, meisjes. Ik zou bij je proberen als een beetje. En probeer maar kleine dingen in waar je de verantwoordelijkheid geeft en waar je eens een keer niet controleert en eens een keer kijkt hoe het zit. Wat hele leuke dingen zijn als je een keer als ouder voor de eerste keer met z'n tweeën weggaat en je laat ze alleen thuis. Mm-hmm. En soms hoor ik hele scenario's die kinderen moeten doorlopen als ze een half uur alleen thuis zijn. En soms kun je ook gewoon zeggen, ik ben vlak in de buurt, in een half uur. Ze pakken de frietpan niet, ze zitten nergens meer aan. Telefoon, als er iets is, dan bel je me, ja is goed. En dan heb ik ooit gezegd, bel me als er iets is. En dan bellen ze en dan stellen ze de vraag of ze een cookie mogen pakken. Oh ja, dat... Mijn kinderen ook. Ken je? Samen werkt zijn. Ook een snoepje. Ja, maar als je dan kijkt, één is er voor hun ook een beetje een test. Neem mama of papa wel op. Hè? Er zitten alle dingen in. Maar die kleine momenten, om daar een beetje mee te spelen. Dus, er zit geen hoge inzet in dat het fout kon gaan. Dat je op een vliegtuig zit en terug naar huis moet. Kun je ze ook wel uitleggen. Van, nou, hier hoef je niet, pak maar lekker. Hier hoef je niet voor te bellen. Of zeg, oh, dat vind ik hartstikke leuk dat je belt. En daarmee stoeien en oefenen. En ik zou daar kun je eigenlijk niet vroeg genoeg mee beginnen. Als de insteek maar niet is dat je zegt, ik wil snel mogelijk een sleutel aan mijn kind geven dat hij alleen thuis kan zijn heel de week. Want dat is niet het doel. Het doel is dat ze zelfstandig ook gewoon al vrij vroeg stadium ergens anders kunnen slapen. En dat je niet als ouder tot diep in de nacht nog een belletje kan krijgen dat ze van een schoolkamp opgehaald moeten worden. Omdat ze dat niet gewend zijn of niet gedaan zijn of noem maar op. En je kunt niet als een kindje nog nooit ergens anders gelogeerd heeft en in groep 8 of ik weet niet welke groep het is, ze gaan op schoolkamp. Maar ze hebben nog nergens echt gelogeerd ergens anders zonder papa en mama. Kun je bijna eigenlijk niet verwachten dat als ze, waar zijn ze, 10, 11, dat ze dat helemaal zelfstandig perfect doen. Ja. Dus ik zou bijna bepaalde dingen die, kom ik weer terug op wat je belangrijk vindt dat jouw kind kan op een bepaalde leeftijd. Dat je langzaam wat dingen oefent. Een keer bij oma alleen slapen, een keer een middagje, een uurtje alleen. Stimuleren dat het goed gaat, kijken hoe het ervaren is. En dan kun je het opbouwen. En dat mis ik nog wel eens, dat ouders heel lang bijvoorbeeld bepaalde dingen doen en uiteindelijk kunnen ze niet. En hebben ze een nacht dat ze echt weg moeten voor whatever. En dan moet het kindje in één keer bij een vriendinnetje slapen. Ja, en dan wordt het vaak een drama. Dat wordt dan als ouders vinden het zelf vervelend, want ze merken ook wel dat ze eigenlijk niet zo goed voorbereid hebben. Dus dan wordt er heel veel aandacht aan gegeven. Het kind denkt, hier kan ik aandacht naar krijgen. Dus hoe meer ik daar dramatisch over doe en hoe meer schuldgevoel mijn ouders hebben. En het zwaarder wordt, ja, dan wordt het eigenlijk één groot drama. Terwijl, als je kijkt van 0 tot 18... komt er een periode dat ze toch ergens moeten gaan slapen. Nou, daar kun je zo lang mogelijk mee wachten, maar je kunt ook geleidelijk aan kun je dat oefenen doen. En daar ben ik een voorstander van. Goed voorbeeld doet goed volgen. Ja, die kan ik alleen zeggen, ja, dat klopt. Ja. En een slecht voorbeeld doet een slecht voorbeeld voor, wordt dus een slecht voorbeeld. Nee, dat is niet goed. Als je een goed voorbeeld doet goed volgen. En een slecht voorbeeld doet ook goed volgen. Goed volgen, ja. Dat is eigenlijk, kinderen kopiëren echt. En natuurlijk als basis van de ouders. Ook als ze een heel klein zin in het wiegje liggen. De stem, de manier waarop je praat, de gehaastheid die je misschien in je stem hebt zitten, of de rust. Dat is gigantisch wat er op het haren schijfje gezet wordt. Later krijgen ze natuurlijk een leraar op school, ze krijgen een juffrouw bij de kinderopvang, opa's en oma's en vriendjes en vriendinnetjes. Dus er komen steeds meer invloeden naarmate het ouder wordt. Maar die basis zijn wel de ouders. En het is ongelooflijk hoeveel er op het bijna geprogrammeerd wordt van het gedrag wat wij als ouders vertonen. En dan kom je weer terug op, we kunnen nog zoveel zeggen, maar als we ander gedrag vertonen, kinderen zien en kopiëren dat. Tot in de grootste detail is soms. Dat je echt denkt van, hè? Heb je dat zelf wel eens meegemaakt? Ja, als ik nou iets kopieerde wat je dacht van, ai. Niet zelf wat ik zo direct heb, maar ik heb wel een hele goede kennissen van ons. Die hadden een kind en die reden 's ochtends naar school van de kinderopvang, dat weet ik niet meer. En hij vloekte in het verkeer. Oh ja. En ik zal het woord niet gebruiken. Maar dat woord heeft die kleine, en die begon net te leren praten, de hele dag herhaald op de kinderopvang. Dat was voor die persoon een erg snelle en goede leerschool. Ik moet op gaan letten met wat ik zeg.
Want daar begint het als eerste mee, dat kinderen de dingen nazeggen en de woorden gebruiken die je als moeder of vader gebruikt in situaties waarbij de emotie wat verschillend is. En voor de rest zijn er ook dingen waarvan ik denk, die zouden ze meer mogen doen, waarvan ik denk dat ik ze doe. Maar ze hebben niet alleen mij als voorbeeld, hè. Ze hebben natuurlijk ook nog familie, vrienden en maten. Ja, precies. Het is geen exacte kopie. Nee, maar vooral in het begin, hè, als je zegt van mijn kind is verlegen of mijn kind is dit, dat is wel gedrag waar ouders wel toe getolereerd hebben of onbewust aangemoedigd hebben. Of wat ik straks noemde, is dat je als ouders zelf ook best wel verlegen zijn. Mm-hmm. En dan eigenlijk heel belangrijk vinden dat hun kind heel proactief en assertief is en noem maar op. En dan willen ze dat ik die kind coach. Kom ik best wel na een uurtje ver mee, een paar dingen aangeven en doen. Maar als het kind dan weer mee naar huis gaat en eigenlijk weer de komende 24 uur vrij dicht bij zijn ouders is, ja, dan is dat uurtje in mei, daar vaagt gewoon weg. Dus eigenlijk moet jij die ouders dan coachen? Ja, dat is ook degene wat ik uiteindelijk vrij zijn na een half jaar coachen. Dacht ik, wacht even, de voorwaarden is dat ik nog kinderen coach. Van dat deed ik toen een beetje onder het mom van de stichting. Als ik die ouders eigenlijk kosteloos in die zin coach, of de kinderen coach. Als die vraag komt van de ouders, dan heb ik minimaal 1 of 2 keer een half uur met de ouders. En als de ouders zeggen, ja nee, maar het is echt hij of zij en ik heb er zelf nodig, zeg, dan doe ik het niet, want het heeft geen zin. Ja. En 9 van 10 keer was met de ouders vooral de taal over het woord niet anders gaan gebruiken. Dus veel meer aangeven aan kinderen wat ze willen. Een van de dingen die ik altijd ter sprake kom met zo'n half uurtje ouders, is stel, als je een vraag stelt, mag een kind antwoorden. Maar stel je een vraag, of is jouw opdracht in de vorm van een vraag? Ja. Wil je je jas even ophangen? En dan zegt een kind nee. En dan worden we boos en een kind nee zegt. Maar eigenlijk stel je een vraag. En er zit ook een bepaalde fase in dat je gewoon denkt, wat wil ik nou dat hij of zij zelf mag antwoorden? Hij mag kiezen? Dan moet ik ook met die nee kunnen omgaan. Wil ik dat het kind gewoon zijn jas ophangt? En je zegt gewoon, hang je jas op? Dan zul je zien dat kinderen dat vrij snel doen, of eigenlijk meteen doen. Maar heel vaak als kinderen niet goed luisteren en je wordt bewust van wat je eigenlijk gezegd of uitgezonden hebt, dan is het vaak een vraag. Of een onduidelijk iets waarvan je eigenlijk vindt dat die het wel zou moeten doen. Hij wil je daar eventjes je kamer opruimen? Nee. En dan denk ik, ja maar dit, en dan komt het erover dat ze tegenspreken en doe maar, je stelt eigenlijk een eenvoudige vraag. Dus eigenlijk moet je op zo'n moment zeggen, jij gaat zo meteen je kamer even opruimen of hoe? Ja, dat zou je kunnen doen en in mijn optiek zou dan zijn, afhankelijk van de leeftijd, dat ik zeg, wanneer begin je met van luister eens, kom eens even kijken, jouw kamer is een zooi, vind ik. Wat gaan we dan mee doen? Of wat spreken we af? Want 9 van de 10 keer zeggen we het op het moment dat het kind of de zoon of dochter helemaal niet aan toe is om zijn kamer op te ruimen of niet in zijn hoofd in de agenda plaats of doet. Maar wij vinden op dat moment, dan kijken we en dat moet gebeuren. Dus ook daarin is weer een stukje afstemmen best wel belangrijk. En op zo'n moment een deadline eraan hangen, zou je dat doen of zou je dat juist niet doen? Ja, dat is een hele, hele mooie methode om in ieder geval ruimte te geven. Ja. Hoewel, ik weet niet hoeveel procent, maar het grootste deel van mensen doen het op de dag van de deadline pas het ding dat ze moeten doen. Dus het is vaak ook uitstellen. Ik zou dat afstemmen met de persoon. Mijn zoon zou zeggen, nee, geef maar gewoon aan en dan de deadline is vanavond. Ja. En mijn dochter zou veel meer een week willen. Dan kun je dat deze week regelen en doen. En ik heb zelf wel geleerd dat het niet handig is als het om huistuin en keukendingen is. Behalve een keer dan de tafel afruimen. Of als stel voor dat ze het pak hagelslag geknoeid hebben, dan zei ik, ruim dat nu even op. En niet, wil je dat even opruimen. Volgende week, ja. En dan doen ze dat straks wel, maar straks zijn ze het vergeten, want ze zitten bovenop een kamer. Maar als je daar als ouder wat bewuster op, wat wil ik nou eigenlijk? Moet dat nu gebeuren? Ja, en waarom eigenlijk? Van, nou, het wordt gewoon een zooi, de mieren komen binnen of whatever. Dan heb je ook al meer draagkracht om aan te geven. Maar heel vaak is het een beetje een machtsstrijd over van ik zeg nou je kamer opruimen en dan denkt de zoon of dochter van ja dat kan je wel denken maar ik ben al 12 of ik ben al 9 en ik heb gehoord dat of ik zit nou net in mijn videospel of huiswerk zal minder voorkomen dan zullen ze misschien eerder even dichtklappen om iets anders te doen. Maar daar kun je wel mee spelen en dat hangt een beetje af van wat voor type kind is en wat je zelf afspreekt. Ze zeggen ook wel eens kinderen voelen dat gewoon aan? Ja. Is dat zo? Ik pak hem weer breder, hè, dat merk ik wel een beetje. Eén, ik denk dat wij als mens heel veel aanvoelen en kunnen aanvoelen. Ik weet wel, door mijn ervaring, dat we als kinderen opgroeien, dat we heel veel afleren.
vaak misschien wel meer afleren. En het mogen voelen, aanvoelen ook steeds meer wel afleren. Want als we geen feiten hebben of geen wetenschappelijk bewijs, dan is het er misschien niet. Er is wel een nieuwe stroming nou dat het wel wat meer kan. Mm-hmm. Het gevaar is alleen dat we dan weer heel snel gaan naar hooggevoeligheid. En dat dan de persoon later, als die ouder is, zegt, ja, ik ben een gevoelig mens. En ik ben een gevoelsmens. Ja, en dan wordt het identiteit. En dan wordt het weer een heel ander verhaal en veel gevaarlijker. Want ik denk dat iedereen gevoel heeft. De vraag is, hoeveel heb jij geoefend om je gevoel op een bepaalde manier te vertrouwen? Of hoeveel laat jij je leiden door je gevoel? En praten we over gevoel in de zin van, ik voel me verdrietig of boos? Of praten we over een stuk intuïtie, dat je zegt, ik zit nou, het voelt niet helemaal goed. Of ik heb het idee dat ik nou iets moet zeggen. Dat, het gevoel is ook een grote, hè, zoals communicatie, een grote label voor heel veel verschillende dingen. En ik weet wel, als kinderen gewoon opgroeien zoals ik wel een voorstander ben van veel zelf leren en doen. Mm-hmm. Ook de dingen die ze moeten leren. Dat die nog wel wat makkelijker dingen aanvoelen of eerder doorhebben dan wij als volwassenen. Wij zitten dan veel sneller in het cognitieve brein wat geprogrammeerd is van hoe je je moet gedragen in bepaalde situaties of juist niet. Of... Was dat een beetje de vraag die je bedoelde met het gevoel? Ja, ik denk wel dat ouders het soms ook misschien gebruiken als excuus van oma, ze voelen toch wel of ze begrijpen toch wel wat ik bedoel. Ja, dat zou ook kunnen. Dat is misschien een hele mooie om die meteen te pakken. Als je dingen gebruikt als zijnde excuus dat een kind niet hoeft te luisteren of dat iets niet hoeft te doen, dan denk ik dat dat niet het juiste middel is. Wat ik heel vaak hoor is dat kinderen hebben ongewenst gedrag. Die jengelen, die doen, slaan, wij spreken mama gewoon nog in het gezicht of die duwen of die knijpen. Waar ouders, vaak ouders zelf op het terrasje, maakt niet uit waar het is. Of komen inderdaad niet, of luisteren niet naar wat ze moeten doen op dat moment. En als ze niet luisteren, dan zegt papa of mama, ja, hij is een beetje moe nou. En ik heb al heel lang geleden, moe zijn is geen, zeg je dat, substituut, of is geen reden om niet te hoeven luisteren. Mm-hmm. Want als je moe bent, kun je nog steeds luisteren. En vaak wordt daar wel als reden naar de rest gebruikt, als een kind dan in het openbaar niet goed luistert of niet naar de kassa komt of iets anders en een vervelend gedrag vertoont op dat moment, dat een ouder zegt van, ja, hij is ook een beetje moe, als excuus van, ja, weet je, ligt het niet aan mij en ook niet aan hem, maar een beetje moe. En als je moe bent, dan mag je niet luisteren naar je ouders. En ik ben het daar niet mee eens. Ik denk dat dat heel slecht is. Ik denk juist, je kunt nog zo moe zijn. Moe is ook geen reden om chagrijnig te zijn 's ochtends aan tafel. Is ook geen reden om mij respectloos te behandelen. Als je moe bent, dan zorg dat je minder moe bent. Maar dat is geen, ik kan niet het goede woord vinden, maar rechtvaardig niet mm-hmm. om het gedrag wat je nou hebt te doen. Een kinderhand is gauw gevuld. Is dat zo? Ja. Want ja, tegenwoordig ja. Hebben die kinderhanden nogal wat nodig. Ja, maar ja. Dat is een Engelse quote. Children don't want a present, maar they want your presence. Oftewel, kinderen willen geen fysieke cadeaus, maar die willen jouw aanwezigheid. Ik denk het mooiste cadeau wat je kind kunt geven is oprechte aandacht. En dat is niet 5 uur lang naar de stad. Oprechte aandacht kan ooit in 10 seconden zijn. En cadeaus, materiële cadeaus en alles wat erbij hoort, het halen en brengen en soms zeg maar pamperen of het geld geven extra of iets anders is wel een beetje, vind ik, heel kort door de bocht gezegd, soms een schuldgevoel afkopen. Kinderen worden daar niet leuker, liever fijner door. Ik denk dat je daar heel voorzichtig mee moet omgaan en kijken wanneer je iets geeft en waarom je ze iets geeft. Mijn kinderen hebben lang geleden allemaal een iPhone gekregen. Dan zaten ze op de basisschool en dat was revolutionair in de klas en de kon niet, een iPhone, noem maar op. En ik zat heel simpel, ik wacht eventjes. Want toen gold nog, en ik weet niet of het nog geldt, dat als je naar de middelbare school ging, kreeg je een mobiele telefoon. Want dan was het moment... Is inmiddels al opgeschoven. Ja, is die op 7. Ah, kijk. Ja, groep 7 is wel redelijk normaal. Ja, maar dan zie je al dat er een bepaald iets is, wat dus aan een mobiele telefoon wordt gekoppeld. Als je zo groot bent, dan krijg je dat. En dat hebben we ook gehad natuurlijk, als je 16 bent, mag je alcohol drinken. Dat is nou naar 18 toe.
koffie, weet ik niet meer of dat nog is, maar met de Starbucks en dergelijke zie je dat er veel meer koffie al jonge leeftijd gedronken wordt. Maar vroeger in mijn periode was het nog, als je dan een bepaalde leeftijd had, dan mocht je ook wel koffie drinken, want dat was dan een grote jongensdrankje. Zo koppelen een beloning, een ding wat je geeft, aan dat je op dat moment een bepaalde leeftijd hebt. En wat we eigenlijk missen in onze westerse cultuur is een soort ritueel, dat als een kind 12 of 14 of 16 wordt, hè, autorijwijs 18, dat je iets met je kind gaat doen waardoor je zegt, nu ben je een grote vent of nu ben je een grote meid. Mm-hmm. En hier zie je nou meer van dat soort dingen als een Sweet 16 party met heel veel dingen erbij en cadeaus. Kan zijn dat die kant op gaat. Maar het zit niet in de cadeaus, het zit meer aan de aandacht die je geeft. En op het moment dat je nou tegen je kinderen zegt van, je bent nou een bepaalde leeftijd, dus dit gaat veranderen, dit mag je voortaan doen, hier moet je beter op letten, je krijgt ook meer verantwoordelijkheid. En dat wordt nog wel eens gemist. Mijn idee met die telefoon, en zeker als opgeschoven is, als ik weet dat ze straks toch dat ding gaan gebruiken, en ik ga het nou als een soort heilige graal laten zien, als je dan die leeftijd hebt, dan krijg je zo'n ding, dan wordt dat ding zo speciaal, en ik wil eigenlijk leren dat dat ding een soort gebruikersvoorwerp is, als een mes, als een puntenslijper of iets anders, helemaal niet speciaal is, maar eigenlijk niet weg te denken is. En op het moment dat ik het geef, als er nog relatief weinig waarde aan hechten, want dat was nou ja, foto's mee maken en muziek luisteren, mm-hmm. maar de rest waren ze nog te klein voor, dan leren ze al in een vroeg stadium beter omgaan met dat ding, en het wordt er minder gekoppeld aan, dit is heel speciaal. Waardoor ze straks de hele dag het ding willen zitten, want als ik het ding heb, dan, ik moet nog 1 jaar wachten, en dan mag ik alcohol drinken. Nou, dan ben ik op die leeftijd, ja, dan, terwijl als je er eerder stimuleert stimuleert of in ieder geval mee omgaat en het speciale eraf haalt aan dingen waarvan je zegt van ja, is eigenlijk niet super fijn als ze de hele dag op die computer zitten of de hele dag op de telefoon of toch misschien te veel alcohol of drugs gebruiken. Als je er eerder mee aanraakt, je maakt het minder speciaal, mm-hmm. zul je ook zien dat het minder gebruikt gaat worden of om zichzelf af te zetten tegen de ouders. Of dat ze zeggen, ja, ik heb jaren naar gehunkerd en nu, eindelijk is het zover. Jong geleerd is oud gedaan. Ja, dus ook, waarbij ik vind dat de balans best wel scheef is. Sommige dingen denk ik dat mensen te veel verwachten van kleine kinderen. Mm-hmm. En soms denk ik van, sommige dingen wacht men gewoon te lang. Dan ordenetheid of een klein beetje beleefdheid. Of etiketten, die mogen wij ouders best wel iets eerder leren. En andere dingen zou ik echt zeggen, een mes en vork eten aan tafel, dat mag je best later leren. In het begin aan tafel blijven zitten, iedereen moet klaar zijn met eten. Dat is leuk, maar een bepaalde leeftijd met eten is het gewoon echt een functioneel iets. En geen sociale happening, niet wat wij allemaal geleerd hebben in onze opvoeding. Daar kun je beter op een later stadium gerichter aandacht aan geven dan dat je al van zo klein af aan stopt dat je aan tafel moet blijven zitten, bordje leeg eten en dergelijke. Daar zouden we wat meer, ik denk zeker jong geleerd oud gedaan, maar dat je gaat kiezen wanneer is de leeftijd jong genoeg om het goed te leren en dat het past. Ik bedoel, een ander ding, zwemles, mm-hmm. zien we nog steeds de ouders kinderen eigenlijk te vroeg op zwemles doen. Motoriek eigenlijk niet goed, maar ja, wij in onze cultuur vinden ook wel heel fijn met al het water dat kinderen een diploma hebben. Onze buren die hebben al een diploma en die van ons nog niet, dus het is ook soms een soort strijd. Want wanneer is die motoriek dan geschikt voor zwemmen? Ja, ik durf het niet zo te zeggen, maar ik denk voor mij mogen ze al 4 of 5 op zwemles. Mm-hmm. Maar volgens mij als ze op 6 of 7 jaar op zwemles gaan, afhankelijk van het kind ook gewoon, er zit heel veel verschil in. Kunnen ze veel sneller er doorheen gaan en het niet alleen prettiger ervaren, maar ook gewoon de stof makkelijker tot zich nemen. En misschien moet je gewoon als een kind 2 keer op zwemles is geweest en kijken en denken van, dit werkt nog niet. Mm-hmm. En een jaartje wachten. Maar ja, ik heb al betaald en onze buren die zijn toen ook en dan krijg je al die verhalen eromheen. Soms is het goed om toch even te kijken of het gewoon niet te jong is, of dat je even kunt wachten. En die leeftijd, daar is best wel wat over te vinden op internet, over wat is nou een geschikte leeftijd om een kind op skiles te doen. Wat is een geschikte leeftijd om kinderen met zwemles? En maar zeg jij, het is dus eigenlijk heel persoonlijk wat zo'n geschikte leeftijd is. Ja. En ook kijken, wat heb je al van kleins af aan? Hè? Zijn kinderen al heel veel mee op reis geweest en gedaan? Dan zal een skiles
veel makkelijker opgepakt worden dan als het kindje nog nooit iets van sport heeft gedaan of ouders gaan relatief weinig op pad naar buiten toe. Dan zal dat meer wennen zijn. Ja. En dat scheelt ook nog tussen broertjes en zusjes. Als er al één op zwemles zit, zul je zien dat de tweede sneller al mee is geweest en broertje is groot en die mag al op zwemles. Dus voor die kleine is dat veel meer een soort prestige. Als ik op zwemles mag, ben ik ook al groot, dan dat hij wil leren zwemmen. En die eerste maakt daar niet mee, want die eerste heeft niemand om naar te kijken. Dus die gaat op een bepaald leeftijdscategorie naar de zwemles, wanneer ouders denken dat past. Ja. Daar moet je maar aan wennen, wordt ook vaak tegen kinderen gezegd. Ja, die klinkt bijna als ik straks zei, heel, die labels die ik al verteld heb, het sucks to be you. Je hebt even vette pech. Die geldt hetzelfde eigenlijk voor de cliché als daar word je hard van. Ja, die kun je best een keer zeggen, die kun je best een keer gebruiken. Maar als het al drie keer op een dag gebruikt wordt, te pas en te onpas, dan verliest het zijn kracht. Dan is het meer een soort afschuiven van ik wil eigenlijk geen antwoord geven op je vraag. Ik hoor ouders ook wel eens zeggen op de vraag wat eten we vanavond, dan zeggen ze koude aap met suiker. Oh, en om de mom van ik wil de vraag eigenlijk niet meer horen. Maar dan denk ik dat je allebei een beetje niet van elkaar begrepen hebt wat de vraag is naar elkaar toe. En, want wat is die vraag eigenlijk van dat kind op dat moment? Ja, is toch een stukje dat ik het richt op een stukje aandacht, op een stukje gemist interesse naar elkaar. Want als het kind iedere keer weet dat ze te horen krijgen dat het heel vies eten is, ja, dan zou je bijna kunnen zeggen, want dan wachten ze wel met de vraag stellen. Nee, die vraag, dan zou je bijna kunnen zeggen, als het kind het eten niet lekker vindt en iedere keer krijgt te horen wat wil je nou weten? Iedere keer horen dat het eten niet lekker is. Of je kunt als ouder uitleggen, van als je iedere keer op die vraag zegt, oh, dat lust ik niet, dan ga ik het niet meer tegen jou vanzelf, zie je het vanzelf wel. Maar dat stuk uitleg missen we vaak. Mm-hmm. We reageren in onze antwoord vaak die emotie, die dan vaak weer niet opgepakt wordt. En dan komt er een andere vraag overheen of dan wordt het vervelend. Laatste cliché. Schelden doet geen zeer. Schelden doet geen zeer. Ik denk dat schelden wel heel zeer doet en zeer kan doen. Ik denk alleen degene die... En dat geldt ook een beetje met pesten, maar dat is waarschijnlijk een ander thema waar we aansnijden. Is dat de cultuur is nog steeds dat als iemand een kind slaat of bijt, fysiek geweld toepast, dat mag niet. Schelden vinden we ook niet goed, maar doet geen zeer. Ik denk dat bepaalde woorden, maar ook non-verbaal, een bepaalde blik in de ogen, dus een bepaalde energie die ik van mij naar jou stuur, die negatief bedoeld is, met een slechte bedoeling, of ik wil de baas spelen of wat er ook achter zit, dat het wel degelijk pijn kan doen. Meteen als ik praat over weerbaarheidstraining en met kinderen omgaan, dat ik niet degene aanpak die scheldt, maar ik train de kinderen, de ontvangers, hoe ze daar een virusscanner op kunnen zetten, hoe ze kunnen zorgen dat de pijn sowieso minder wordt of dat het geen pijn meer doet, of sterker nog, dat ze er voordeel van kunnen hebben als bepaalde dingen gezegd worden waar ze last van hebben. En de basis wel, dat ik denk, schelden kan wel degelijk pijn doen. Wat ik hoor jou net zeggen, een bepaalde blik in de ogen, nou daar herken ik heel erg. Maar hoe kun je daar nou op acteren, op een blik? Hoe pak je dat aan als ouder? Benoemen. Je kijkt niet zo naar mij. En afhankelijk van het onderwerp en wat er voor gebeurd is, kan ik aangeven, geef ik aan dat ik het niet prettig vind. Mm-hmm. Ik stel meteen de vraag van wat wil je zeggen met die blik? Ja, niks. Ik zeg, dan kun je dat meteen mee stoppen, want ik vind het niet prettig. Want je straalt wel degelijk iets uit. En het lijkt er als op je dit zegt, of dit zegt, of dit zegt. Mm-hmm. En ik ben vrij snel in mijn leven dat als ik zo'n blik krijg of doe, dat ik hem meteen benoem. En niet pas na drie keer of vier keer. Want mensen, kinderen zijn ook snel ervaren, hebben ervaren van dit werkt wel. Want ik reageer toch op die blik. Want de ander ziet dat het iets met me doet. Maar we zelf vaak niet eens door hebben dat we toch even dit doen of dit of denk ik zeg er niks van. Waarbij de ander onbewust weet, ik heb invloed. Ik kan hierop drukken, ik kan zo kijken. En mama die, ik kan. Want kinderen zijn getraind met die grote voelsprit. Die weten precies op welke rode knoppen ze kunnen drukken om ons tegen het plafond aan te krijgen. Wat meteen maakt dat we er heel veel van, we kunnen van onze eigen kinderen natuurlijk ontzettend veel leren. En maar dat benoemen, dat werkt dus ook echt? Voor mij werkt het wel. Ja, benoemen, weet je, dat is die olifant die in de kamer hangt. Als hij blijft hangen, iedereen voelt hem, dan wordt het nooit beter van. En als iemand
durf zeggen, want ik merk dat er iets hangt of doet. Is er iets? Kun je het uitspreken? Is er met jou iets wat je wilt delen voor deze meeting? Of heb je nog iets of dat? Ook al zegt niemand iets, je zult zien dat die olifant dan toch kleiner is. En dat het verdwijnt. Dus dan hoef je niet eens de inhoud te weten. En met kinderen, met zo'n blik of iets anders, zul je toch zien dat ze denken, oh, die blik die werkt niet meer zo goed. Plus je geeft heel duidelijk aan jouw grens. Dus ook op het moment dat iemand zegt van, welke blik? Ja. Zeg jij, dan is het toch besproken en dan verdwijnt het toch eigenlijk. Ja. Nou, als ze zeggen, welke blik? Ik kijk gewoon normaal. Ik zeg, dan heb ik het misschien niet goed gezien. Ja. Maar mocht je nog een keer zo kijken, ik ervaar het niet prettig. Ja. En wat je vaak ziet, is de valkuil dat je daarover in gesprek gaat. Ik keek niet zo, wel eens niet eens. Ja. Daar blijf ik bij weg. Ik zeg, als je maar weet, zoals je net keek, ook al deed je het niet bewust, vind ik niet prettig. Dus je legt het dan echt bij jezelf neer? Ja, dat doe ik. Ik vind het niet prettig. Dat is een hele belangrijke, dat je het sowieso bij jezelf houdt. En dat je duidelijk aangeeft dat je het niet prettig vindt. En dan nog kan het zo zijn, hè, met je kinderen heb je meer invloed. En wat meer zeggenschap. Maar als je in een treincoupé zit en iemand kijkt naar je, ja, dan kun je wel benoemen en zeggen en doen, maar je hebt eigenlijk niks over. Dan kun je ook zo soms kiezen om te zeggen, ik ga in een ander coupé zitten. Hè, het is niet altijd zo dat die ander dan zijn blik moet aanpassen of zijn dingen moet doen. Of je zorgt dat je zegt van, ik herkader het en ik kan ermee omgaan of kijk de andere kant op. En als het niet lukt, ga ik ergens anders zitten. Met je kinderen is dat lastiger als je in hetzelfde huis woont en doet en je hebt een opvoedkundige taak. Maar ik wil het even benoemen, want als mensen het ooit horen straks of lezen, dat ze het niet meteen doortrekken van, ja, maar als ik daar zit en iemand dan... Ja, en in een café-omgeving of zo, zul je het ook niet zo makkelijk doen waarschijnlijk. Nee, dan zijn er verschillende dingen. En dan nog kan het zijn als iemand tegen je aanloopt of iemand op een bepaalde manier kijkt, dat je denkt van, nou, ik heb er last van, dat je er iets van zegt op een nette manier. En dan heb je een heel ander gesprek dan dat je op een bepaalde manier terug gaat kijken of andere dingen laat blijken dat je het vervelend vindt. Ja. En ik denk benoemen is vaak de beste en de meest vriendelijke die goed werkt. Dankjewel Peter-Jan. We hebben heel wat clichés besproken. Nou, graag gedaan. Dankjewel voor je tijd. Ik ben benieuwd.